The eye is in a room. Yeah. Skibbity dip, jongens. Skibbity dip. Ik ben eventjes live. Let's go, man. Aha. All the girls. Waarom zeg je dat altijd in het begin? Een soort standaard dingetje geworden. Alright, wordt de stream ontvangen? Nee, nog steeds niet, hè. Oh. Dan druk je al lang op die beginknop. En dan duurt het nog echt zo lang voordat jullie me echt zien. Even linkje kopiëren. Nou, dan wachten we even tot het hier echt wordt ontvangen. Op de gram zetten. Jezus, waarom duurt dat zo lang? Zo. Deze even zo. Linkje plakken. Jezus, nu pas hè, mannen. Nu pas wordt de stream uitgezonden. Dat is toch bizar, man. What the fuck? Alright, ik heb de story geplaatst, jongens. Let's go. Nou, dan hebben we dat in ieder geval ook ondertussen gedaan. Yeah, toch? Yo, what's up, mannen? Welkom bij de stream, jongens. Nice jullie zijn. Oké, echt no cap, jongens. Ik ben al een minuut aan het wachten totdat de stream uitgezonden wordt naar jullie. Maar what's up, mannen? Welkom bij de stream, jongens. Nice jullie allemaal zijn. Ik ga mijn Photoshop even afsluiten. Tunnel is al af. Dat is helemaal goed. Let's go, mannen. Hey, jongens, hoe is het met jullie, jongens? Oh, ik ben ondertussen even zo'n, hoe is het ding? Zo'n deksel aan het chappen. Oh, lekker, man. Nam. Ja, dat moet ik even wegkrijgen, man. Let's go, we hebben hem op. Jongens, let's go. Yo, Dylan, mag ik je taggen in een unban ticket? Ben geband door Shalena voor VDM Perm, jaar geleden. Maar wil Future weer serieus oppakken? Mootje over dat. Als het goed is, kan jij... kijk, uiteindelijk heeft het niet zoveel nut om mij te taggen. Het is niet dat ik, zeg maar, te HC van... Ah, daar ga ik me niet mee bezighouden. Maar ik hou me gewoon niet bezig met de bands. En het is omdat het, ja... Het is heel lastig om voor mij, zeg maar... ik ben er gewoon niet vaak thuis. En met de band zeker niet bezig. Ik ben heel erg veel bezig met YouTube aan het oppakken en verbeteren, noem maar op. We hebben een team voor de unbands. En als jij een perm hebt gekregen, heb je dus op dit moment een mogelijkheid om een tweede kans te krijgen. Dus die tickets worden behandeld door andere mensen, man. Dus vandaar. Het heeft gewoon echt nul zin om mij daarin te taggen. Want ik ga die tickets waarschijnlijk nooit zien. Omdat, ja, ik ben gewoon niet met de tickets bezig, man. Dus vandaar. Yo, MPC, hoe gaat dan? Goeiedag, Daan. Waarom moet jij... Man woont aan PD en moet mij gewoon weer cheffen. Wat ben jij weer aardig, man. Net shoes met jou, jongen. Daan gaat lekker keren. Welkom misschien, bro. Nou, Hamster 123 Fun heeft net met zijn voorhoofd over zijn toetsenbord lopen scrollen. Even kijken. Sponsor counter. Bro, echt gisteren, jongens. Kijk hem. Even dat nummertje iets groter in beeld zetten. Oeh, dat is wel heel groot. Kijk dat nummer, bro. 275 sponsoren. Wow, yo, man. Gisteren is dat echt bizar, man. We hebben Hassan namelijk in de stream gehad, jongens, voor de mensen die het niet weten. Gisteren had Hassan pakken beet... hoeveel was het nou? 60 sowieso. 60 plus. 65 of zo. 65 sponsoren weggeven. Je ziet het ook in de chat. Kijk, hier is het heel lastig om te zien, want je ziet de kleuren niet. Maar al die mensen... Surprise, motherfucker. Bro, GG, bro. Jij bent zo'n fucking guy, bro. GG, broeder. Man zegt ook gelijk 10 euro daarnaast met de vieze rook. Hij zegt de vaste 10 euro. GG, jij bent elke dag bij de stream. Dat is nummer 1. Jij bent elke dag letterlijk 10 euro aan het doneren aan mij. Broeder. GG, oprecht, bro. Je bent... Ik weet niet eens hoe lang al. Je bent echt te vaak al bij en lang erbij. Maar bro, het is echt... Bro, ik vind jou echt een toffe guy en ik waardeer het enorm. Maar het is echt niet de bedoeling dat je elke stream die jij aanklikt... dat je ook die standaard 10 euro doneert. En alsjeblieft, laten we dat even duidelijk onder ons afspreken. Het is ook niet dat ik dat verwacht van jou, bro. Al ben jij in die chat gewoon... Yo, what's up, Dylan? Ik ben er weer. Dat is al voldoende, bro. Gast, je bent er altijd, man, met die 10 euro. Doe eens even kalm. 10 euro is nog steeds fucking veel geld, kerel. En het feit dat je het elke dag doneert... Dat is toch 70 euro in de week, bro. Snap je wat ik bedoel? Maatje, je bent aan. Maar, godsamme, mijn internet is... Het is niet dat het dipt naar minder. Het wordt meer. What the fuck is dat? Nou, ik snap er geen reden van. GG, broeder, dankjewel voor de fucking team, maatje. Dat wordt... Tuurlijk waardeer ik het elke dag. Het is alleen... Ik weet niet, man. Het is zoveel steeds, man. 70 euro in de week van alleen jou, bro, steeds. Dat is toch bizar, man. Yo, ik zie allemaal hartjes. Yo, jongens, let's go, man. Shout out aan jullie, jongens. Welkom bij de stream, allemaal. Mannen, wat hebben jullie allemaal deze dikke zaterdag gedaan, jongens? Hebben jullie nog iets speciaals gedaan? Of zijn jullie gewoon lekker aan het chillen vandaag? Even kijken, we gaan even de porto in. Ik heb gewoon zin om weer in dienst te gaan. Ik weet niet. Kijk, weet je wat het is? Ik vind het gewoon echt chill. Gewoon lekker te chillen billen, man. In de stad. Ik weet niet. Ik vind het gewoon echt relaxed om te streamen. Maar ik vind het ook echt super relaxed om gewoon lekker te chillen met jullie in de chat. Ik ga toch even andere nanolieflampjes aanzetten. Hij wordt de hele tijd maar één kleur. Zie je dat? Beetje lelijk of zo. Dus ja, ik weet niet, man. Ik vind het gewoon lekker chill om te relaxen. Wat is dit? Deze. Woi, yo. Mijn hele app glitcht. Oké, nou. Even opnieuw opstarten. Ik weet niet. Wel even andere nanolies. Gooi een kleur, man. Gooi eens een kleur. Wat is dit nou? Zit je nou te ouwehoeren, jongen?
Even kijken, Fox. Dit ziet er best wel leuk uit met die kleurencombo. Even kijken of die lampjes veranderen. Nou, natuurlijk doet hij het weer niet. Graf ding. Maar hey mannen, ik ben trouwens verslaafd met mijn vriendin aan de Avatar-serie. Die is lijp, man. Ik vind die echt leuk. Waarom doen die lampen er niet? Nou, het zal wel. Hebben jullie die al gezien of niet, jongens? Ik ben benieuwd. Blij, ik ben blij. Ja, ik ben sowieso blij. Maar kijken jullie die serie of kijken jullie die niet? Laat eens even weten. Doet mijn geluid, hè? Ja, dat wel. Top, dan weet ik dat. Let's go. Doet hij het nou, die lamp? Waarom doen jullie het niet, dan? Wat is dit nou voor gezeik, jongens? Nanolies, ze zien er hartstikke leuk. En nu doet hij het half. Nou, we laten het wel hierop, joh. Kan mij het verrekken. Ik weet niet. Ik ben een beetje zo niet goed in beeld. Vinden jullie dat? Qua belichting zo. Doet dit iets? Nee, ook niet echt iets, hè? Heb hem al afgekeken. Nice, man, Joshua. Damn, man. Ja, aflevering 5. Ik ben ook bij 4,5 volgens mij, man. Ja, is echt leuk. Ik zeg je eerlijk, ik krijg allemaal van die nostalgie-momenten weer. Want ik heb de Avatar vroeg gekeken in mijn kinderjaren, noem ik maar even. Toen ik zelf nog jong was en Nickelodeon keek. En toen had je die Avatar-serie ook. En nu hebben ze eigenlijk dat verhaal dus geremasterd in echte mensen, man. Dus dat is fucking lijp, man. Ik vind het heel dik. Deze doe even iets minder fel, man. Anders zie ik geen reet namelijk. Alright, let's go, man. Ja, ik ben een beetje aan het ouwehoeren met mijn reset presets. Ik heb nog steeds niet de preset gevonden. Ik heb een paar nieuwe erbij. Die RTX. Even kijken. Kijk, dit ziet er zo dom uit. Zie je dat? Dat het zo grauwig is. Ik voel dat niet, man. Ik vind het een beetje lelijk. Dus ik laat die even uit. Die X3 Gamma ziet er te donker weer uit. Dan hebben we die Filmic preset. Deze is nieuw. En kijk, hier ziet hij er wel lijp uit, man. Ik hou hem wel even voor nu. Maar in het licht ziet hij er echt leuk uit, man. Dus deze houden we maar. Die hebben we nog nooit gekeken? Wat? Dat geloof ik niet, man. Je gaat me niet vertellen dat je nooit de Avatar hebt gekeken. Dat geloof ik niet. Ik denk dat iedereen het wel eens een keer voorbij heeft zien komen, toch? Jawel, man. 2 jaar geleden. Dus Daan is weer in de sarcastische bui. Is goed, jongen. Daan is goed, jongen. Dan gaan we een keer Fortnite. Ik weet het niet, man. Kijk, weet je wat het is met Fortnite? Ik heb het volgens mij gisteren ook weer. Amber, 6 mannen. Alweer 6 maandjes. 3 gekregen en 3 zelf gehad. Hoe was je dag van dan, Dylan? Hey, Amber, sowieso lof dat je 3 maandjes zelf hebt aangeschaft. Wauw, lof voor die sowieso. Ja, ik heb een chille dag gehad. Ik heb echt wel goed gesport. Samen met mijn vriendin vandaag hebben we echt een lijpe chest day gedaan. We zijn een beetje hier en daar bezig met kleding op Vinted zetten. Want ik heb zelf bijvoorbeeld een paar oude items die ik nooit meer gebruik. En ja, als we andere mensen daar wel mee blij kunnen maken, dan is dat gewoon een chill iets. We hebben dat pakketje weggebracht. Zijn even naar de supermarkt geweest. We hebben even een rondje gereden. Wauw, wat een weer vandaag, bro. Dat zonnetje plus, het was ook volgens mij 11 graden of zo. Dat is echt wel chill, man. Dat is echt chill. Dus ja, het weer zat vandaag wel echt mee. Dat was echt wel nice. Wat is je advies? MAVO nog steeds, man, Alex. Gewoon besef dat ik mijn MAVO heb afgerond. Hè? Bizar, hè? Dat had ik nooit verwacht. Lijpe shit, man. Lijpe shit. Ik geniet van de stream met een zak kroephoek. Hey, Noah, lekker, man, kerel. Ik ben fucking kutlampen. Oké, we doen heel even dit dan. YOLO, hoe ziet dat eruit? Even blauwe lampjes. Ik wil even gewoon dat jullie mij goed zien. Witte lampen, hoe ziet dat eruit? Ja. Dit voel ik wel. Nu zien jullie mij een beetje goed. Oké, ik weet niet, maar die Fox preset op die Nanolies doet het niet. Nou, skip dat dan maar. Dus ja, man, ik ben echt blij met die nieuwe... Of nieuwe, dat de zon weer een beetje schijnt, man. Dat vind ik zo chill, man. Kijk, de GPS in je auto. Wat is er met mijn GPS in de auto? Wat bedoel je? Zo, er komt een ride-out volgens mij langs. Oh, laten we even aan de kant gaan. Kijk ze. Hoppa, jezus. Ze zijn weer met de cage, jongen. Ja, hoor. Wacht, wat zag ik dat nou? Was dat nou... Mayan? Spreekt dat goed uit? Is dat een nieuwe groepering, bro? Ik weet wat het is. Dat is echt niks naar de groepering, hoor. Maar ik ben gewoon niet heel erg thuis in de onderwereld. Ik weet dus niet hoe en wat en wie er allemaal is. Qua groepering. Zeker de nieuwe groepering niet, man. Maar wat dik, man. Dit is nog een MC. Dat is wel dik, man. Dat is wel lijp. Hoe gaat de chat en Dylan, jongen? Wat sap, Rano? Ook jij weer. Welkom bij de stream, kerel. Als je er bent, mannen. Nice dat jullie allemaal zijn. Let's go. Even kijken. Welkom bij... Okay, hoe zeg je dat? Welkom. Wat is dit? Oh, kut. Ik heb dat nummer van Joost Klein helemaal lopen luisteren. En dan ben ik nu gewoon de tekst kwijt. Hoe kan je dat besturen, jongens? Laat ik in een trui rocken. Dit is ook wel hard, man. Zo'n witte trui. Ja, dus geen bericht? Ja, beschikbaar. We worden achtervolgd door 5 voertuigen met automatisch vuur. Surprise, motherfucker. Oh, Steve, gooi mij in de knie. Let's go, man. Let's go, Ghost! Wow! Wacht even, jongens. Ghost! Ze hebben niet eens een zin. Ghost, zit een veilig tellen, man. Hé, maatje, ben er weer bij. Ghost, what the fuck?
Maar één richting de noorden. Hij is halverwege bij. Hey Ghost, man! Doe eens even kalm, man, broeder! Hey Ghost, bro, dank je fucking wel voor die 25 euro, man! Hey, check, laat je even horen voor onze Ghost, man. Ghost! Dat ze makkelijk kwijtraken. Wauw, man, dank je wel, man, gast. Holy shit, wat een bedrag, man. Ik heb nog één rode brouwer, zeg maar. Insane, dankjewel, man. Ghost, voor de 25 euro donatie. What the fuck? Als die... Nou, die is dood. Bro, Ghost met aan, man. Bro, ook jij. Je support is insane, man. Dankjewel voor die 25 euro. Ook jij doneert zo veel. Wat de fuck, man? Zijn deze hier beschikbaar of kan iemand die oproepen? Ja, ik ben er. Vertel, wat is de locatie? Kijk, A1 richting het noorden. Worden afgevolgd door 5 AK's. Stop. Gaat nu de NTA fucking veel zitten. Er is wat een mist. Wie ging iemand door die toren? Kom eraan. Yo, Gigi, dankjewel voor de 5, maatje. Nee, 42 richting. Ik ben heel van een lijst hoor, mannen, maar Gigi. Stop met doneren. Ik ga nu langs Wijnbroek. Dankjewel, man, Gigi. Ook jij weer 15 euro aan totaal, broeder. Dankjewel, man. Bro, er wordt veel gemaaid hier, jongens. Je moet heel veel opleveren. Wat is dit voor gare... Ik laat ze een beetje achter me aankomen nu. Ik weet niet wie die ABT is. Redenkopjes in de handen gaan. We hebben ook een heli achter ons. Zie je dan, wat de fuck? Het zijn zoveel voertuigen, dus nooit gewoon. Nee, dat zijn wij. Wij zijn de Zulu. Right, Gigi, dankjewel voor de 25 vies, broeder. Ik heb één plek stoppen. Dankjewel. Er zijn te weinig mensen om ze allemaal te pakken. Een boxje bij haar. Maar wie ga je, hoe ga je 5 mensen inboxen? Er zijn heel veel mensen met guns. We hebben nu alleen de ABT achter ons. Ja, dus wij gaan de richting Outcraft. Wij gaan de richting, sorry, waar ging je in? Wij gaan de richting Outcraft, joh. Ze wordt op ons gezet. Oh. Klote, man. Ik hoorde niks waar ze reden meer, man. Oké, okay, Gavio-huis. Ja, collega's. Hij wordt nu gehandsurfd, volgens mij. Oh, wij worden ook beschoten. Oh, shit. Locatie? Wij gaan de richting Outmanenders, Gavio-huis. Ze worden gehandsurfd. Meerdere voertuigen, rode brabers. Ik kan niet schieten, want ze gehandsurfd. Alright. Hoeveel mannen tellen jullie ongeveer? Ah, ik denk gewoon een stuk of 5 man. Rode brouwers, witte rissen, of zwarte rissen. Er staan 3 man en ik word ook, denk ik 2 UMP's. Lekker man, wat een sukkels. Ik word gewoon headshot geschoten. Wat? Nee joh, uit de Zulu, what the fuck? Nee, ik rij er gewoon, ik doe niks. Oh. Dat is wel kloot. Op 1 gaat dit, de laatste commando kast. Ja, dat is bij je... Wordt gewoon nog steeds geschoten bij die villa bij de wijngaarden, volgens mij. Ja, was daar boven. Ja, ik wil nu lijkt even afstand geven. Heeft iemand zicht op eventueel de voertuigen die de recherche rift nu? Ja, wij zitten naar boven met de Zulu. Oké, okay, kunnen jullie hebben jullie daar zicht op? Ja, we zijn heel hoog, ze schieten steeds op ons. Oké, is vernomen. Zwarte RSS is Abt. Abt, oké. Okay. Een zwarte RSS en een, ik denk een blauwe RSS, man. Blauwe RSS en een zwarte RSS Abt en een blauwe normale RSS. Ja, ik zie hier dat de recherche achtergelaten is. Ja, rechtdoor rijden. Ja, ik zie een hele keten hier. Ja, er gaat ook een Kamar Amarok. Wie heeft een vuurwapen? Rode Brabus? Ze hebben allemaal. Alright, ik zie Rode Brabus, RSS. Rode Brabus heeft sowieso een wapen. Right, die rijden bij mij. De Abt rijdt hier ook. Ik ga een beetje voor ze rijden. Mocht dat de Zulu op deze situatie kan richten. Welk voertuig volg jij nu? Ik sta helemaal voorop. Ik ben de Brabus voorop en de hele keten komt achter mij nu aan. Ik zie het. Misschien dat we ze één van hun kunnen pakken zometeen. Rode Brabus. Wat ook in de blauwe RSS en minimaal 2 vuurwapens. Rode Brabus is voor wapens. Ik ben juist geen subvuur. Welke ben jij nu? Die op de ik ben die Brabus 800. Ik ga denk ik op die Abt zometeen uitstappen. Zou ik moeten halen. Zijn er eenheden hier in de buurt of niet? Of ben ik de enige die hier nog is? Ja, ik ben er ook. Alright, wat? Ik probeer te assisteren, maar ik heb wel hulp van jullie nodig. Ja, ik sta nu op die baan als je naar het hoe ben je daar? Maar die Brabus rijdt naar beneden bij Gavio oud huis. Ja, dan kom ik hem tegen. Ja, ik pak die Abt. Ja, laten we die proberen te pakken. Eventueel, als jij, kan jij een band raken? Ja, ik kan proberen. Hij heeft namelijk recherche geript en al meerdere collega's geschoten. Ik kom nu bij die splitsing. Ja, daar moet een nieuw wapen in, man. Is gehoord. Ja, deze persoon is op dit moment het enige voertuig wat hier rijdt. Dus ik ga er hierop focussen. Richting de grenspost rijden we weer. Grenspost, voorspost. Een nieuwe locatie geven. Ja, dat is alleen maar handig. Ik zie de SIF hier langs rijden. Ik dacht jullie gingen richting Longbank. Waar zijn jullie nu?
Rijden nu onder een military base. Ik zie de Camaro staan. Nee, die komt niet aan. We rijden onder de tunnel door, richting het noorden, richting Palito. Ja, wat staan hier? Die gaan we boven de 320. Nou, laat maar. Maar ik ga mijn best doen. We gaan helemaal richting Palito. Misschien dat we daar een paar in die kant op kunnen krijgen. Als noodhulp geen bom misschien. Dus we doen iets nu onderweg naar Palito. Helemaal goed. What the fuck is die guy aan het doen? Is dat dezelfde gast? Holy shit. Dus ik lees zo meteen je 5 op, man. Ten met een vies maatje er ook bij, man. Wauw, love, bro. Ik zeg net dat deze man niet meer moet doneren. En GT komt weer met een 5 ook, hè. Nou, ik denk dat ze zo meteen als ze een kans zien dat ze mijn band proberen te raken. Tot nu toe nog steeds de enige voertuigen zijn Palito ingegaan. Right. Ik op zich haal ik ze best wel bij, hè, jongens. Ik zie eens dat ze heel veel sneller rijden. Nou, we rijden helemaal door Palito. Waarschijnlijk gaan we gewoon richting... even kijken. Negatief, neem de afslag. Blijf in Palito. Holy shit. Denk je dat je doorgaat naar de A2? Ja, we gaan weer terug. We gaan richting Camar HB in Palito. Langs de bank nu. Ja, we passeren nu Camar HB. We gaan nu weer richting... even kijken. Richting het... Ja, we rijden weer richting Sandy. Even kijken. Langs de daily, zeg maar, weer. Ja, gaan we richting de tunnel? Ja, positief. Ja, ik weet niet of er een eenheid misschien aan het eind van die tunnel ergens kan kijken bij die kruispunt. Of daar een setup klaar gaat staan. Ik heb zo mijn vermoedens. We hebben echt collega's nodig, jongens. Hoe gaan we dit catchen? Dit is wel moeilijk, man. Band of doodgaat zijn we echt de pineut. We moeten ze wel catchen. Ze hebben net echt de recherche B gepakt. We gaan nu richting Sandy. Ja, positief. We gaan nu door de tunnel. Bij Palito. Komen we de tunnel uit? Oh, A2. Ja, positief. A2. Ja, even kijken. Er staat niks klaar. We rijden richting de IKEA nu. Zijn er een paar SIFs beschikbaar? Maar ik kan wel even vragen met de IKEA. Kan iemand nog even wat eenheden oproepen? Ja, dat is wel een grote keten namelijk. Wat wil je allemaal? Ja, liefst snelle eenheden, aangezien het om een ABT SIF gaat. Hij top, ik ga eenheden aanvragen. Waar ben jij nu? Onder viaduct bij Rosse Dino gaan we richting de grenspost weer. Gaan we zo meteen doorheen. Even kijken. Die is door de grenspost. Blijf op de A2. Gaan we richting de stad nu. Dit is toch koppelpier 2, hè? Is er al Zulu, hoe zit het met jou? Ja, we komen zo snel mogelijk. Ik weet niet, ik ben net langs de grenspost nu. Oké. We gaan nog steeds recht door. We vliegen nu over de gevangenis. Helemaal goed. We zijn bij het viaduct bij Diamond Casino. Onderdoor gaan we rechtdoor richting ziekenhuis. Wat een gezeik. Ja, die reed bijna om me in, man. Ik stond me dood. We gaan rechtsaf hier. Bij de bank in de stad. Kijk, gaan ze rechtdoor. Nemen ze afslag richting de A4. Richting Kettletunnel. Ze remmen af. Ze gaan spookrijden nu. Nog steeds richting Kettletunnel. Gaan ze weer spookrijden. Maar ze remmen de hele tijd af. Ja, wij rijden door. Ze gaan omkeren weer. Zitten jullie A4. Achter? Ja. A4 richting onderzijde ziekenhuis momenteel. Gaan we heten? Het onderzijde ziekenhuis draait weer om. Ben jij die witte? Ja, wij zijn die witte. Nou, oké, top. Hij gaat, blijft hier rondjes rijden. Ja, misschien nog een pitje uitdelen, zo. SRT, mogelijk ook vuurwapengevaar. Ik reed ook bij die shootout van net namelijk. Waar zijn jullie nu? We gaan de A7 op richting Rode en Groenebrug. Welkom bij. Dit wordt wat, jongens, dit wordt serieus wat. Rode garage, snelweg draait weer op, gaat de A4 weer op. Daar wel. Komt waarschijnlijk een setup op ons. Gaat de A4 weer op. Ja, wij hebben geel lampen. A4 richting Olievelde en neemt de afslag. Bij het ziekenhuis gaat rechtsaf. Hou jij maar in. Hij gaat rechts en dan links bij het blokkenpark. Shit, waarschijnlijk zijn we nu kwijt. Oh nee, negatief. Hij gaat hier linksaf en gelijk rechts en dan weer links. Zulu hang je erboven. Oud HB.
Zwarte RS6 rijdt door achterkant Auto HB. Richting pitstop. Rijdt hij rechtdoor. Ik heb nog steeds in het zicht. Zulu hangt hier erboven. Ik hoor wel een Zulu boven ons vliegen. Hij gaat rechts. Moet je bij de communicatie overnemen? Ja, positief. Locatie. Er hangt ook een andere helikopter boven hier. Zulu, misschien is het handig dat je hier zo niet mute als je communicatie moet. We rijden rode, hoe zeg je dat, bij je car die de snelweg weer op, rode garage snelweg nu. Ja, gaat hij nu rechtsaf, gaat hij nu rode garage voorbij op de snelweg. Wat een oog heb ik, bro. Dat is gewoon kreiding terug, ja, richting de grote brug rijden we nu. Nu gaat hij richting de grote brug. Hij gaat nu de goede brug op. Kom op, man! Deze gaan we catchen. Ik ging anders. Hij gaat hem af. Rit uitgedeeld. Mogen we dat zo'n lampje hebben nu? Ja, hij gaat richting haven ben ik door op de goede brug. Dat was een goede pit, man. Nu gaat hij richting de goede brug. Hij gaat nu de goede brug op. Hij rijdt geen op. Deze guy. ABT, dit ding is fucking duur. Hoog ik ga nu richting olievelden. Hoog dat er een setup gaat staan bij olievelden? Ja, daar staan we. Helemaal goed. Negatief, ik zie nog geen setup staan. Hè. Dan zien we nu olievelden. Gaan we spookrijdend de Kelly tunnel. Kom op jongens, deze moeten we catchen. Af hier richting onderzijde ziekenhuis. Deze moeten we pakken, jongens. Ik ben echt gefocust, man. Blijven we rechts en doorrijden op dezelfde snelweg. Gaan we rechtsaf? Dat er nog niks klaar staat vanuit hun. Oh, daar gaan we auto, man. A2. Oh. Ik remde helemaal af, maar blijkbaar... oh, dat zag heel raar uit. Dus ik frontaal erop in wilde rijden. Ik stond ook direct stil, trouwens. Hoor. Wat deed hij nu om de kant ziekenhuis? Ik ga dus nu op blokken. Ja, die sirenes die gaan de hele tijd stoppen. Gaat het weer linksaf? Gaat weer al. Ja, is goed. Weer om de kant ziekenhuis richting de A2. Er is nog niks klaar gaan staan, hè, jongens? Hoe kan dit dan? Moedelijk blijven. Mooi, voor het gaat of rood of onrood? Onrood. Ze hebben al meerdere keer gezet. Langzaam casino richting het noorden, richting oost. Zo, dat ding trekt hem nu wel op, jongens. Nou, we gaan hoogst wel inderdaad richting op. Hij loopt wel op ons uit, langs waterleidingen. Blijft richting ons. Let op die setup zo meteen, jongens. 100%! We gaan nu de brug op richting Oostbos. Nog geen setup, maar... We moeten wel even assistentie hebben, hoor, jongens. Zijn er al wat SIFs onderweg, aangezien we met z'n tweeën erachter zitten? Ja, er is volgens mij niemand beschikbaar. Ah, verdorie. Gaan de Oostbos door, blijven richting het noorden gaan. We gaan langs Ikea richting Palette. Zit de Zulu er nog boven? Ja, de Zulu. Hey, goed. Ja, dat ding loopt aardig uit inderdaad. Alles maar rechtdoor richting Palito. Ja, we kunnen hem ook redelijk goed beelden. Ja, we zien hem nog net, man. Alles maar rechtdoor inderdaad. Alright. Kun je goed inzoomen met die camera? Positief. Alright, we moeten hem niet uit de ogen verliezen namelijk. Alright, penis jongens, let's go man. Ja, eenmaal even. Yo. We gaan zo Polito in bij dit winkeltje. Ik ben hem kwijt. Is hij gecrashed? Politiek hebben we weer gezien. Waar zit hij? Nu gaat hij afmaken door. Huh? Ja. Hoe dan? Zijn wij, Oh ja, ben ik goed, sorry. Hé? Ik zat er net gewoon nog achter. Ja, persoonlijk uit zicht denk ik. Hij was aan het uitlopen, dus En wat voor voertuig gaat het dan? Een ABT, zwart van kleur. Een twaalfde, ja. Nee, hoe kan dit, bro? Ik wonder, jij hebt hier in een steek, jongens. Sorry? Jij hebt nu bij Clothing Store Paletto. Serieus, oké, okay, ja, daar ben ik. Bij de Tune Store nu. Ja, ja. Hij past dit nu de Clothing Store van Paletto.
Ik zie niks rijden hier. Nee, dat is een oude M5, een BMW is dat. Oh ja, sorry dan. Ja, ik denk dat hij bij dat winkeltje misschien is gaan keren of zo. Waar ik vroeg er was ook alweer? Een zwarte ABT. Ah, ja, okay. Kut, man! Dus als hij terugkeert, dan heb ik hem. Maar wat weer rijden dan? Ja. Fuck, man! GG's, man. Nee, ik rij op A1. Ja, dus nu bij Westpost. Hij kan je kant op, dus. Mogen dat inderdaad naar jou toe komen, Snow? Hey, GG met een 5 met een 4 zeggen. Misschien kunnen we de 5 er ook in houden. Lof jou, maatje. GG, iets goed, jongen. Bro, je gunt te veel, man. Dankjewel, GG, voor de liefde, maatje. Dank je fucking wel, kerel. Die daar was daar gecrashed. Was die gecrashed daar? Ja, ik. Ik dacht dat ook inderdaad. Die zijn wel lang. Opeens was hij uit het zicht, man. Opeens, dat kan toch niet? Dat is toch raar? Was dit dan? Ik zie wel een RSS richting stad via A2. Is dat een zwarte RSS? Ja, zwart. Ja, mogelijk dat hem kan zijn. Het is wel een ABT, hè. Even goed kijken of het wel een ABT is. Ja, dat zou ik niet, maar ik wist wel dat het een zwarte RSS was. Waar? A1 richting stad. De A1 of A2? A2, weet je. Alright. Waar rijdt hij ongeveer? Al voorbij Ikea? Ja, echt wel. Denk je dat hij nu ongeveer bij afslag Duimstad nu is? Jezus, oké. Diamond Casino, ja, jongens. Ik had een wat een kut, zo is dit, hé. Ja, we hebben 6 keer de map rondgereden, inderdaad. Waarom rijden mensen op een snelweg tegen het verkeer in? Kijk, in de achtervolging snap ik het, maar... Gek, man. Yo, sorry, mijn mic deed het niet. Ik had hem terug in zicht. Hij reed richting onderkant ziekenhuis. Is dat de ABT? Ja, is wel. Alright, dan is dat hem 100%. Hij reed richting Blokkoppad, maar ik ben allemaal uit zicht. Zag hem het voorbij rijden, richting TDAHB. Oké, zijn we in zicht. Alright, we moeten hem hebben, jongens. Waar sta je? We moeten hem echt hebben, jongens. Hey, ik kan het niet hebben als we deze guy kwijtraken. Oh, nee, ja, hij stond daar, dit is de tank. Ik dacht al, ik reed die bocht om en opeens was hij weg. Dat was al niet logisch, namelijk. Ja, ik had hem zelf niet gezien dat hij ging tanken daar, man. Dus dat hebben jullie wel goed gezien. Ik niet. Vuurwapenmelding. Ik krijg een vuurwapenmelding bij Olievelden. Ja, wacht, ik ben ook niet meer. Bij die tattoo winkel. Ah, dat is een collega. Ik ga hierheen. Ja, die abt, die kan overal zijn, jongens. Oh. Verdorie, man, dat kan ik zo niet hebben, hè, jongens. Oh, kut. Ja, nu hebben we geen lampje. Ja, ik kijk iets te veel de chat. Alright, ik ga heel veel mijn auto repair hier snel. Bij Olievelden is het ook gezeik. Okay, even staan die auto repair, jongens. Je mule. Ja, er gebeurt wel veel, man. Dat is wel nice. Oh, er wordt geschoten, jongens. Bij je TDA winkeltje aan WB. Snijd dat op de brug. Je ziet een SRT ook de berg in gaan hier, grijs. Ja, ik zie hem ook jacht 100. Het zijn allemaal op de brug. Groen van kleur. Er zit een hele ket achter. Blauwe Taycan, grijs, het Cayenne, roze SRT. Achter een groene jacht 100. Hij is zwaar gecrashed, hij is bij de brug bij pitstop. Even... Ja, bij de brug bij pitstop. Even repairen snel, man, jongens. Wat vind je van je liedje van Joost Klein? Ik vind hem hard, man, ik vind hem hard. Ben je, ja. Shootout? Even... Right, even snel repairen, jongens. Kut, er wordt geschoten, man. Yo, Dirk Alvinsrin is blij ze doorgaan, man, topper. Mootje, je bent een strijder, man. Dankjewel, kerel. Thank you very much, man. Waar precies? Ja, Ricky, ja, echt, hè. Bij pitstop, dus richting CBR. Meer personen geneutraliseerd. Zet shootout. Minimaal 1 geneutraliseerd. Vanuit de brug, vanuit de brug. Ja, ik zie hem. Wij komen in zijn rug. Wij komen in zijn rug. Right. Hier zo'n res. Ook nog SRT. Ik ben er ook, ik ben er een zus. We kunnen hem nu in zijn rug pakken. Hij stapt over in die SRT. Wordt ook vanaf de brug geschoten? Ja, dat is Ja, mogelijk bandwerk van deze. Hij is ook niet geschoten. Staat zes. Benen. Collega's neer. Wordt nog steeds gemaaid, jongens. Ik ben deze Brabus. Oké, achter je collega, achter je. Gewoon met ST-bandje. Is zwaar gecrashed ook, is zwaar gecrashed. Die moet nog steeds grens zitten. Wegen
iemand door die doneer. Kijk net op die doneer. Gunnen dus ik doneer. En kijk, voel je pijn. Ja, die gewoon Brabus die... Kan iemand zijn band flexen? Hij is heel low. Je kan zijn band schieten. Schiet zijn band. De groene kan je GT, schiet zijn band. Jo. Die groene kan je GT, nu band lek schieten. Band lek? Yes. En nu? Want er zijn meerdere voertuigen ook. Hij rijdt door. Band lek. Oh, ah, hij blijft door. Ik schop in je rug. Jezus bro, ik word helemaal... Ik word gewoon gedrive-bite, man. Groene kan jij schieten ook vanuit de auto, jongens. Kruid. Hij stapt over in RCT, schiet maar zijn band lek. Even weg, man. RCT gaat richting... Ga even omrijden, jongens. Ik ben bijna dood. Oh, holy shit. Ja, RCT is niet van ons meer, toch? Gooit hem de bergen in. Holy fuck, bro. Ik dacht, die man steekt een middenvinger op en gaat kloten, maar hij schiet gewoon mijn dood, joh, bijna. Holy fuck. Politie, man. Je moet ziekenhuis, ja, man. En nog een groene Cayenne schiet ook vanuit de auto, jongens. Twee heren zitten erin. Uitgestapt op de berg. En ze alles. Rijden er weer door. Ik zie je ook Ambu bij je verdachte hier liggen. Ik wil terug naar beneden. Ja, pak jij mijn voertuig. Ga naar boven. Ja, ik ga naar boven. Ja, die hele keten komt weer bij de brug, jongens. Kut. Ik moet daar weg, man. Anders word ik gehunt. Holy fuck, wat is dit ook, bro? Wat is de locatie? Wat is er gaande boven de berg? We rijden er nog twee. Nee, hij volgt mij. Ik moet omslappen, jongens, maar ik ga dood anders. We gaan boven op de berg klaar. Yo, what's up? Boom, man! Zeg maar op die grote berg net naast. Ik trouw er niks van. Boom met een 5 om eerst te doden. Veel plezier met de stream nog. Boom, je bent een strijdmaatje. Dankjewel, kerel. Dankjewel voor de 5, maatje. Thank you very much voor de eerste doden, man. Jongens, ik moet daar weg, man. Anders ga ik dood. Ik moet eerst mijn auto swappen en naar het ziekenhuis, man. Die bij de ambulance staat heeft een vuurwapen. Hij wordt er morgen op de rambu. Ja, kijk uit, jongens. Heel veel mensen daar. Hij heeft een plaats gekregen. Blauw is er tegen. Jongens, pitstop brug, jongens. Oh. Ja, maar die collega's in die andere hoek zitten een paar vuur op staan. Scham maar op. Ga maar richting pitstop, iedereen. Nee, ik moet eerst naar het ziekenhuis, want ik ben bijna plat. Ja, fuck, man. Die drive bar had ik zo niet verwacht daar, man. Wie was het? Ik had... Ik schoot daar Rick neer, man. Die in die... die chrome SRT. Ik zag de wapen. De zilveren AK, man. En zonder body. Die had Rick, die heeft dat. Jezus, ik ben bijna plat, man. Echt dit gewoon. Holy shit, man. Locatie? Gooi de noodknop een keer. Ja, dat duurt lang, want je moet hem lang inhouden. Is iemand te plaatsen bij de brug bij pitstop of niet? Wat de fuck is daar gebeurd? Als mijn auto weg is, en tijdens die noodknop, ja, is het echt lastig om te schieten en zo. Heel veel auto's. Wat is de status, hè? Ja, heel veel auto's die hier rondrijden. Zo, die ijs is lekker, man. Zo. Jongens, het wordt wat warmer weer met zon en zo. Bro, echt. Dan vind ik een koude ijs, die is echt top, man. Ze willen massagijs in doen met Shisha Lounge. Eerlijk gezegd, iemand doet. Rick is zwarte Cayenne. Serieus? Ik dacht dat die SRT was, die chrome. Wordt niet hier opgewacht of zo? En wat is de status daar, jongens? Gassen. Die SRT die nu uitstapt. 493. Mogelijk vuurwapen. Is juist omhoog geholpen. 3-4. Nu weet ik zijn nummer niet meer. Mijn... Liefst zoveel mogelijk nood op. 34-93, dat was het. 34-93. 34-93. Succes, kerel! Ligt daar volgens mij een persoon met vuurwapen, jongen. Cool. Ja, het is weekend, hè, jongens. Dan heb je de kutkinderen allemaal weer die vakantie hebben. Of weekend hebben, ja. Begin even met iedereen weg te vorderen hier. Wat een gekkies. Wat is handig? Wat is je locatie? Even die kant hierop, jongens. Let's go. Pitstop is al 10 keer gezegd. Pitstop! Er ligt daar een wapen op de grond, hè, bij die ambu.
Ja, kijk, kijk. Ga die kant waar op. Die kus, ja, maar zit. Er is nog een lid in. Nou ja, er is nog een wapen in. Alright, we zijn er weer, jongens. Let's go, man. Ja, ik kan nog niet rennen, man. Dus. Oh, die band heb ik leeg. Jezus, heel de cageband in. Wow, yo, wat een drukte. Even kijken of ik hier een verdachte kan spotten. Ja, Mathé was genakt. Ja, ik weet dat er staat. Ja, ik weet dat ik met. Kunt u ook nog even naar mijn been kijken? Die blauwe, wat is het? Blauw is een EDA rondrijd, die heeft vuurwapens. En een Porsche met een gouden gloed heeft ook vuurwapens. FPS nodig, jongens. Lapus of zo? Is dat goed? Nee, zo'n Cayenne. Met zo'n gouden gloed. Deze doe ik even uit. Hij heeft ook vuurwapens. Zo, beter. Gouden gloed. Ik zou nog niks afpakken, ik weet niet of het Wat deze grijs? Nee, dit is een grijs. Heel je Lisco staat hier al mee. Ik pak even ik switch even naar een rode. Dit wordt één fucking shootout. Die gast op de grond die is doodverklaard, dus Nou, die heeft pistool, die had ik neergeschoten. Dat, die heeft mij geklapt. Zo'n matgroene Cayenne hier heeft ook geschoten, net op mij. Oha, bro. Die groene Cayenne. Zo, is dat hij, jongens, of niet? Jake, heb jij nog Maverick? Ah, dit is een verrassing. Waar de fuck is mijn auto? Ah. Wat is er hier gebeurd? En je achter ligt er ook nog iemand. What the fuck? Goed, zijn mijn auto dood. Er liggen hier drie mensen. Ze zijn volgens mij allemaal dood. Jezus, hoe kan dat ook? Die, gaan we abuse gooien? Ja, ik kan. Ja, hier rechts. Hier. Ja, ik zie. What the fuck, bro. Ja, er is toegedreiging om die wapens af te nemen. We hebben veren, Emma. Ja, toch? What the fuck is dit, bro? Nou, goed. What the fuck. Ja, ik ga nu niet dezelfde auto weer pakken. Flikker maar op. Dan weet iedereen dat ik het ben. Oh, my days, Redzone! Broeder! Oh, what the fuck? Renzo campen met de 50, man! Hey, succes nog met de stream, geen jongen! Chat. Hey, die kan jij met die gouden kloot. Wauw, Renzo! Kijk hem even staan, bro, wat? Kom maar weg, want ze zijn niet meer te helpen. Hey, Renzo! Waar de fuck kom jij vandaan, jongen? Wauw, man, chat! Laat je horen wat voor onze Renzo de top donator, man. Hij had dat voor je. Renzo, hoe heb ik dat niet gezien, jongen? Hij had nog een 50 en ze gaat zo door, topper. Renzo, ik wil je super erg bedanken voor de 55 in totaal. Wat een liefde. Dankjewel, Renzo. Dank je fucking wel, kerel. Mag ik even controleren? Shout-out aan jou, broeder, voor de liefde, man. Renzo, je bent een strijder, man. Je bent een strijder, kerel. Wauw, man, Renzo. Wauw. Kerel, ik schrik me dood, jongen. Renzo, je bent aan, maatje. Dankjewel voor de liefde, kerel. Wauw, waar kom jij vandaan? Dat is clear. Ik zit te kijken. Is er staat deze? 7. Er is eindigd ook iemand daar zo bij. Ze hebben een Jeriscootje op het tankstation. Ik zou een pitje geven zodat een raam eruit valt. Zie je nog te helpen? Nee, goed. Ja, laat maar liggen. Is die persoon die hier omhoog geholpen wordt nog? Die zit? Hebben we niet gewoon een voertuig die we gewoon nu kunnen achtervolgen? Ja, zo'n groene Cayenne, mat groen. Die heeft net mij een druifbaar gegooid. Ja, waar is die dan? Ja, die staat hier tot de los, bij die en nee, bij tanks. Nee, het was een andere, er waren er twee in totaal. Ja. Ik zit even te kijken waar die rijdt. Ik zie heel veel voertuigen naast elkaar staan bij pitstoppen, die kruispunt. Serge, wil je dat ik die M9 in beslag neem, want er staat er niemand bij. Nee, ik sta er niet bij. Nee, laat maar liggen. Maar die Cayenne staat hier. Zo'n mat groene? Ja, mat groen. Ja, drie wit kenteken. Auto's. Is dat hier een wit kenteken? Ja, volgens mij wel. Nee, ze hebben een pistool op kruispunt. Ja, we kunnen hem eventueel beter veeën. Ja, er staan heel veel voeten aan. Jezus, ja. Ik ga even kijken welke het is. Die middels. Ik ga wel even op de brug staan. Ja, ja, dat is matgroen. Ik weet dat die GH100 daar rechts, dat is JP. JP was geript van een wapen. Ik kan die groene nu mijn auto erachter zetten en beter veeën. En die G-Wagon staat er nu voor. Ja, wij nu weg. Als noten, kan je die groene Cayenne. Ja, check hem inderdaad nou. Wij hebben gewoon. Zet er gewoon iemand een auto ervoor en een auto erachter. Je B-klasse, zet hem
Bekal, zet jij me voor, Amok achter en... Juist. Deze is niet, hè? Of heb je de, bedoel je die andere Ken? Die Ken zwart met een gele gloed? Ja, het is... Ja, of die gele gloed... Het was een groene, sowieso. Die gele gloed heeft een wapen. Dat is die gouden. Heeft die een wapen? Hebben die gezien nu? Ja, ja, ja. Die heeft eruit op mij geschoten. Die had hem dood. Ja, die rijdt nu richting... Is dat nu bij de weg richting... Nou, laten we die ook gewoon controleren. Maar die rode SAT hier. Als die niks heeft, dan kunnen we gewoon gaan. Ja, ik sta hier op de brug. Dus dan kan je die KM pakken dan. Nu moet je er weer tegenwege. Ik sta hier op de brug. Right. Ja, we hebben niet genoeg de noten. Sif, reis door. Kom maar, Sif. En dan ik weet niet wat voor een auto dit is, maar van de Kamar. Die kan jij, kunnen jullie die camp pakken? Dat kan je gewoon zeggen, is geen probleem. Ja, ik ben nu van de brug af. Hey, ga weg man. Niet doen, niet doen. Je gaat niet halen, niet doen. Oh, jullie zijn rode steden. Wat? Dat is ja, game. Oh ja, mijn game crasht. Hij staat af. Ja, dat is ook klote crashes. Zag een crash jongens? Natuurlijk kan hij weer doorrijden. Ja, wij rijden richting, hoe heet dat, de olievelden setup plek, bij de viaduct. Ik kan achter je kamer. Ik dacht bij deze gaten. Right. Nou, ze zitten flink te blaren dat we niet gaan halen, dus waarschijnlijk hebben ze wat. Kijken of iets klaar staat. Nou, chef Jansen is. We remmen af, gaan ze olievelden, ja, tattoo winkel gaan ze naar hun toe. Remmen ze af. Er staat nog niks hier. Nee, maar man. Jezus. Nou, zo'n flink pit verstaan hier. Rijden door bij je. Even kijken, ze gaan richting het DSI-gebouw. Ik ga wel groot als naam. Dat is goed. Ze rijdt wel een hele keten ook mee. Ja, maar helemaal boven de berg, ik zie mensen klaarstaan. Ja? Ze zijn bij het hoekje van het DSI-gebouw. Oh, ze gaan hier links de berg in. Ik ben een beetje uitgeleden. Ik weet niet of er nog een collega achter zit. Zit iemand achter? Jij staat in de berg, toch? Bij Mine. Ja. Hij komt naar jou toe. Hier links naar beneden, collega. Hier links naar beneden. Helemaal op de snelweg. Op de A9 rijdt hij nu. Op gaat hij noordelijke richting? In noorden. Ja. Maar dan komt hij ons. Maar Ken is ook genakt. Gaat hij weer de berg in, jongens? Waarschijnlijk het spoor op nu. Stap uit, jongens. Stap uit. Hé! Hey, doe je allemaal ook, man. Ja, groot AK. Holy shit. Ik word helemaal beschoten. Stap over in de zwarte SRT. Hey, bandlek schieten. In de bosjes, jongens. Blauw SRT, bandlek. Yo, zit er nog even volgens mij in de bosjes hier, man. Ja, in de bosjes, in de bosjes. Wij komen in de rut. Ik blijf hier, ik heb echt een perfecte plek. Bandlek. Bandlek. Stap in, Jake. Waarom de... Ik dacht... Zit er een sowieso... A9 richting stad. Stap uit, stap uit. 100% in die bosjes. Ze lopen naar boven, Zit achter die boom. Ik vertrouw het niet. Boven. Hier zit iemand in. Daar. Wat? Hoe dan? Zijn ze allebei doorgelopen? Tik me. Stap over de witzakken. Kom, kom erop. Ja, in de witzakken. Ze lopen omhoog, ze lopen omhoog. Waar zijn ze? Op de berg nog, bij A9 ernaast. En dan kan jij een overstap, waarschijnlijk noordelijke richting. Twee personen met vuurwapens ingestapt. Achter ons, op de treinspoorbrug. Die berg. Treinspoorbrug? Daar is een collega neergeschoten met een AK. Ja, het is heel donker hier, overal voertuig met wapens. Ga gewoon noordelijk richting op die... Ahmed, stop. Ik zie nog een voertuig die net geschoten heeft in de bergrij in zijn eentje. Dus wat voor kleur kan jij was het? Een beetje donkerder, zwart of groen. Oh, what the fuck is dit nou weer? Er wordt nog steeds geschoten hier op de A1. Ja, dat wordt hier. Hè? Ja. Hé, is dat op het spoor of op de snelweg? Ja, op het spoor hiernaast. Oh, ja, Sif, oh, ja, ze willen jou proberen dood te schieten. Zit ze op dat berg? Wie is die Sif? Wie is die Sif? Ja, 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 ze lopen allemaal hier, waar ze net geschoten is. Ja. Drie heren. Ja, stap allemaal in een
Mijn game is te donker, jongens. Zie je, zie je een zwarte Cayenne rijden achter mij? Oh, ze lopen hier nog steeds. Je wordt beschoten, grote hakken. Ze lopen nog steeds. Dat ben ik, niet in mijn richting. Ik heb eentje binnen. Ik zie een Cayenne GT achter ons. Ja, die zwarte Cayenne hoort erbij. Die zit er... Oh, jezus. Achter ons. Nee, dat is deze. Achter de G100, jongens. Ja. Oh ja. Zullen we deze Cayenne gaan doen? Iemand zit achter die G100. Ja. Ik zie geen reet, man. Mijn game is te donker. Oh, ik kan niet eerst... Hij doet met zijn handen mogen wegrennen nu. Ja, lekker, man. Ik kan niet instappen met voertuig. Je ziet er niet. Ja, mijn voertuig is stoppen. Hij mag gekald. Ah, ik kan niks. Ik kan het liefst niet in mijn voertuig. Bro. Rustig, ik moet naar de overkant. Hebben jullie nog extra eenheden nodig? Ja, breng alles, man. Echt heel veel wapens hier. Is goed. Dan slim. Allemaal op het spoor staan ze op dit moment. Lopend, af en toe een auto. Oh ja. Ah, ik ben nu weg aan het rijden. Het is... Shit, bro. Iedereen is dood. Ja, iedereen wordt geschoten. Dus niet te doen. Wie leeft er nog allemaal? Ik word in de 2. Kijk uit met uitstappen, hoor, jongens. Het is echt overal wapens. Ja, man. Het is ook niet veilig voor mij om nu uit te stappen, jongens. Ja, heel veel collega's nu. Had, echt, die waren. Ik zie een blauwe RS6. Ik zie een G800. Man op de politieagent op de motor. Yo, what's up, Sam? Yo, we zijn een beetje aan de grond kijken. Ik kan mijn game niet lichter zetten, jongens. Ja, mijn rode SRT valt ik zie ze nog. Ze lopen daar nog steeds allemaal. Zijn die plan, kan ik vertellen. Ik zie een guy met een pistool in zijn hand. Die nu in de RS6. Leeft de DC nog? Ja, ik ben nog rode SRT. Is dat in die blauwe RS6? Ja, ik denk dat hij een pistool in zijn hand had. Ja, er zitten heel veel mensen, jongens. Kun jij met uitstappen, eventueel? Dan ga ik kijken of ik misschien via andere... Even een andere preset snel aanzetten, jongens. Even die NV. Ze hebben echt een goed team gedaan. Kijk, dan kan ik wat beter zien. Want ik zal even via de rug komen, via Tattoo Shop, dat Bronco weer te daar kijkt. Zou er misschien noodhulp een ambu kunnen oproepen hier? Want er zijn meerdere collega's neer. Echt heel veel. Ja, ik zie ze alle drie van achteren. Ik kan... Misschien als deze hier, kan je ze pakken. Waar zie je ze? Hierachter, ik stuur ook aan politie. Nope. DC-gebouw, zeg maar. Alright, DC-gebouw. Jezus, wat chaotisch. Ja, twee man zijn volgens mij gepikt. Er loopt nog één iemand. Ik hoorde hem zeggen, iemand, je houdt yes op. Ja, diegene met die... Gele shirt of zo. Die gele shirt, waar zie je die rijden? Of lopen bedoel? Ja, die loopt daar nog steeds op dezelfde plek, maar ik kan hem via achter pakken. Die laatste politie loopt daar. Ik zie hier namelijk een noodhulp motor rijden. Ja, daar rechtdoor, pas op. Ik zag hem daar net echt een paar seconden geleden nog lopen. Yo, Noord, hebben we een sponsor, maatje! Ja, ik ben hier alweer zitten, hoor. Uiteindelijk echt in een bosje. Zullen jullie even kunnen kijken hier in de bosjes? Ik ben hier ook nauwelijk nu. Een soort van ook in zo'n donkerrode SRT waren twee man opgestapt. Ja, in die bosjes is moeilijk door te kijken. Ik zie ze op de motor. Oh, jojo. Ik zie ook een ambulance naar boven rennen. Laat ik eens even horen. Ambulance, hier zijn heel veel mensen op de A9. Hier staat een DC. Nee, ja, ik had me geholpen, maar ze laat ons geleden. Nou, oké, is helemaal kort, kerel. Ik heb net geleerd. Jezus Christus, jongens. Oh, wat een chaos, man. Is los MC aan het maaien? Bro, what the fuck? Dat is de die hierom vinden. Ja, oké, okay, weet je wat het is? Het zijn zoveel. Het die ambulance gaat naar collega's kijken op de snelweg. Het was te veel, man. Het was te veel om uit te stappen continu, man. Daar werd ik ook in mijn benen geraakt. Dat is overal, man. Overal waren vuurwapens. Ja, op het spoor van de A9 zijn ook superveel collega's. Hebben we überhaupt al iemand van hun kunnen pakken? Nee, ik zie wel weer een blauwe RS6 rijden. Volgens mij hoorde je er net wel bij. Is er überhaupt één verdachte neer hier nog? Volgens mij wel, ja. Want misschien dat ze daarom terug gaan komen. Geen idee. Ik zag twee man instappen bij zo'n donkerrode ST. En ik kan nog in Porto houden yes op die persoon die... 3776. 3776. Ik zag hem niet voor het laatst lopen op die weg. Nee, die hebben geen brug, zeg maar. Op het 15. Hij lag in de dood volgens mij. Kan er misschien een ambulance hier zometeen naar de overkant hier komen, waar die nu is? Ik heb hier een collega van de DC met pols. Ja, ze is op dit moment nog bezig met
De EA van de map. Oh, ze hebben gehoord. Ik hoor nog een ambu aankomen. Kan hij misschien deze kant op komen? Ik zal hem naar die afsturen. Helemaal top. Oh my god, boys. What the fuck was dit, jongen? Jalisco. Ja, dat dacht ik dus ook dat hij Jalisco was. Insane, mannen. Insane. Oh, mijn blikje. Oh, dit was chaos. Dit was echt chaos. Oi. Mannen, vergeet niet zeker te liken. We gaan richting de 400 likes, mannen. Insane. Dat was op het treinspoor, hè, Karel? Nee, niet op het treinspoor. Op de snelweg. Ah, oké. Ik heb een witte hoodie hier aan. Yes, meneer. Zou je hierheen komen? Helemaal goed. Hier ligt een collega namelijk. Kijk dus. Helemaal goed, jongen. Net voor die Taycan daarvoor, hoor. Die zit de hele tijd te staan. Zo, even mijn auto snel repair. Jezus, jongens, wat een chaos, man. Die stream heeft soms een beetje delay. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, maar sowieso, de YouTubers de laatste zijn een beetje aan het doen, man. Hey, maar Sam Grootschot is de lier met een 3, zeg. Hoi, kan je me helpen? Een tijdje geleden ben ik op vakantie geweest. Heb daar een leuke dame ontmoet en mee naar mijn hotel genomen. Ik heb er zo aan haar overgelaten. Maar heb een vriendin en die heb ik besmet met SOA. Help, wat moet ik doen? Eerlijk zeggen dat je het hebt gedaan, bro. Wees een man en own het ook, bro. Uiteindelijk heb jij de keuze gedaan om die chick in het hotelletje te... Maar ja, om je vriendin het niet te vertellen, dat is juist... dat moet je niet doen, man. Dat is faya. Dus ja, wees een man en own het helaas dat je het hebt gedaan, man. Wel kloten, man. Sam, ik weet niet of je serieus bent of niet. De meeste mensen die dit doneren zijn een beetje op oude hoerpad, zeg maar. Maar dankjewel. Dankjewel. Zo, nou, mijn SRT moet even een andere kleur, jongens. Zo, ik word anders echt gehunt. Oh, excuus, niet zomaar de voorrijk, hier ook uit. Wat? Zo, dat ding gaat daar sneller achteruit dan vooruit bij mij, dan mijn auto. Heel snel een auto swap, jongens. Let's go, man. Dit was die AK. Ja, man, 100%. Af de juice! Noah, shout out. Oei, yo. Noah, dankjewel voor de sponsor, maatje. Geniet ervan, kerel. Je bent de 276e sponsor, man. Let's go. Jongens, hadden jullie niet eerder kunnen zeggen dat ik op een wortel lijk nu? Jezus, maat. Zit ik op prio van A9. Positief. Kijk, dit is beter, jongens. Zo, cool. Oh, joh, dit is ook wel chillen voor mijn ogen, man. Dat kleurlicht was best wel... G-Wagon weer. Ja, gekhuis, man. Die Cayenne, je ziet dat zo erg, hè. Dat die voertuigkeuze heel erg mengt, man. Dus dat is wel hard. De ene keer dan Cayenne, dan weer G-Wagons. Dan SRT's. Je ziet toch wel dat die Cayenne's nu weer eenmaal hyped zijn. Lijp shit, man. Dit was wel een gekke shootout. Yo, ik ben geschept door mijn eigen waai, hè. Hij blijft dik, hè, zo'n ding. Lijp shit, man. Lijp shit. Een wortel. Ja, ik lig echt op een wortel, man, net. Eerlijk? Luistertje, wacht. Penis, jongens. Penis. Karel, kom eens uit. Gebrecht. Ik kan hem even in dienst zetten. Jojo. 3776. Shit. 3776. Okay. Die G-Wagon in de berg is niet van ons, denk ik wel. Die daar nu in de berg raad. Ja, ik sta er nu naast, maar deze G-Wagon staat hier ook eerst. Dacht ik bij. Verdacht, jongens. Je moet even een andere of rode kopen, man. Ja, daar heb je gelijk in. Die Cayenne was toch best wel... Help ik, Karel. Ik sta naast je. Oh, en ja, jij nice. Bent serieus oké. Okay. Ik zag het. Zo, daar ga je weer. Nou, ik weet niet... hij is vol aangereden door een R6. Oh, nice. Ja, een kale kerel weer is dat. Was het opzettelijk, ja? 3, ja, 7, 8, 4. Ja, ik ga even checken. 3, 7, 8. Oh ja, het is een kale... 3, 7, 8, 4. Ja, labat. Was te laat. Ja, die komt ook vandaag voor het eerst even hier kijken in de stad, dus die vliegt er ook gelijk weer uit. 3, 7, 8, 4. VDM. Van een weekje. 3, 7, 6. Hé, hey, rip Bas, man. Ja, ben ik weer. Leuk, zeg. Maf, Kees. Rip Bas de Laat 07. Welk oud zit je? Nee, die G-Wagon hier. Nou ja, kan niet rennen natuurlijk. What's up?
Wat was dit een chaos, maat. Holy shit. Dit was echt gek. Maar ik ben even naar de uitval, man. Yo. Je moet even een meeloper meenemen, dus je moet, ik ga niet met je koppelen. Yo, is cool, man. Is cool. Ja, oh, lijkt me wel handig inderdaad. Oké, goed. Dan gaan we ze terug nemen. Ja, hoor je mij? Ja? Hoor je mij? Karel. Ja? Je hoort mij niet, hè? Hallo, Karel. Ik hoor je niet, man. Oké. Die voice... oh, kut. Voice mod. Die werkt helemaal niet. Oh, kut. Ik had hem net ook al... zeg dat opgestart. En toen zag de... kreeg ik een crash. Ah, dan moet ik even wachten, man. Oké. Checken voor Knuckles. Was dat nou weer? Right, jezus, man. Slip iedereen van not. Yeah. RV, let op, let op. Ga je met een driemaatje. Weet je wat het is, RV? Waarom het op een VDM gooien? Zijn outfitkeuze, zijn playtime en zijn actie. Dat is nog steeds niet, man. Nee, dat zijn ze, dat zijn ze. Oh, kut. Ja, maar dat kunnen we niet weten. Ze zijn dood geweest. Jezus. Even kijken. Wacht. Nu doet hij het pas. Zo. Sam, hij weg. Oh, voice chat. Hallo, hallo? Ah, ze brengen die wapens. Yo, 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 ja, nu doet het, hè, jezus. Yo. Nou, mijn voice chat was geperkt net. Maar ik had alles gehoord wat je zei net, dus helemaal goed. Oké, toch. Alright, let's go, Ryan. Ik ga me zo meteen oplezen, kerel. Nee, het ding is, hij is kaal. Ja, kom uit, hij heeft een neusoutfit. Zijn playtime is heel laag. En hij gaat ouwehoeren. Dus ja, die punten bij elkaar laten zien dat het een beginner is die aan het ouwehoeren is, man. Dus vandaar dat hem een week... Ik een week of zo, maar een week is niet eens zo heel nee, erg. Voor zo'n guy, die gaat toch na die week gewoon gelijk weer doen. Dus ja man, dat is gewoon een guy die aan het kloot is. Stashen, alles wegleggen. Van die Renault-autootjes, ja, van die Renault-autootjes. Kevertjes pakken ze in. Goed true, scooter. Alles wordt weggelegd. Alright. Let's go man, jongens. Shit, ik moet weer in... We gaan even een andere outfit doen. Ik moet weer naar het ziekenhuis, jongens, what the fuck. Ja, also, je hebt net een bizarre shootout gemist, man. Jezus, wat liep dat uit de fucking klauwen net, maat. Nee, hey, Ryan van Yellow Man 3 zegt... Yo, Dylan, ik was laatst in de club en ik ging een Malibu Cola halen... maar onderweg naar de bar raakte het beveiliger heel subtiel mijn linkerbil aan. Daarna gaf ik hem een zuigsel in zijn nek... en toen werd hij staande voet ontslagen. Nu bedreigt hij mij. En terecht, jongen. Hé? Hey? Maar uiteindelijk, hij pakt jou eerst. Dus fuck hem, man. En Ryan, lekker bezig, jongen. Zo, dikke ganoes. Leid, man. Oh, wat komen jullie allemaal met gekke verhalen, jongens? Ik ga stuk, man. Het is minder wel. Jullie zijn ook aan het ouwe hoeren, soms. Dat is echt niet normaal. Ja, maar dat komt gewoon. Ik moet echt een keer even mijn kluis gaan opruimen, jongens. Jezus, wat een bende is dat daar. Right, jongens, let's go, man. Ja, hoeveel kogels zijn er nog? 75, hè? Oh. 75 kogels er net doorheen geschoten, maat. Niet normaal. Niet normaal, man. Nice. En we gaan weer op pad, jongens. Zo, maar dat was wel even een geouwe hoer net, man. Ik wil ook weer die lampjes. Ja, Tom is naar die lampjes aan het kijken, jongens. En als die weer het helemaal doen, dan kunnen we met hem... Oh, dan kunnen we met de M5... Hier, kijk, ik heb een... even kijken. Een GT63S heb ik hier staan. Ik heb nog een RS7 en een M5. Drie voertuigen die ik nooit heb kunnen gebruiken in de dienst, omdat die nog geen lampjes hebben, man. Dat is wel kut. Maar ja, het is wat het is, hè. Het is wat het is. Ach, dat is die, man. Ja, team. Willem! What's up, maatje? Willem is bij de stream. Oké. Ik kan even die setting wel weer aanzetten. Het ziet de game er wat gedetailleerder uit. Dus deze. Oh, zo. Hoppakee. En dan doen we nog even die... Dit doen we even uit. Zo, hoppakeetje, man. Man heeft een Marvest. Ja, weet je wat het is? Eigenlijk horen we ook zwarte vesten te hebben. Maar die komen nog, man. Dus tijdig gebruik ik even de Marvest. Oh, jezus. Dat was een soepetikje. Let's go, mannen. Ja, een off-road, maar jongens, ik heb maar 6 ton, hè. En een Cayenne kost 9 ton plus minimaal. Dus ja, een off-road nu kopen, dat wordt een beetje lastig op dit moment, jongens. Dus ja, daar moeten we toch nog heel even mee wachten. Ik zit wel hier achter, joh. Nice pepernoot, jongens. Ik heb wel weer zin in pepernoot. Mannen, oprecht, vandaag, jongens, moeten jullie even eerlijk zeggen, hè. Ik ben sinds kort, echt letterlijk sinds gisteren, de 1e van maart, ben ik bezig met wat meer op mijn eten letten. Laten we het zo noemen. En hoe zeg je dat? Ik heb vandaag let op dit. 2 sneetjes brood gegeten tijdens opstaan. 1 bak kwark van 500 gram. En wat kip en sushi. Nee, alleen kip vandaag. That's it. Dus normaal eet ik veel meer brood tussendoor. Een broodje, yeah, hoe zeg je dat? Vaak eet een broodje. Dan misschien hier en daar nog wat koekjes of zo. Maar misschien ben je soms inderdaad FPS erop. Klopt, maar Ricky. YouTube is echt onstabiel, man, de laatste tijd. Het is echt irritant, man. Maar skip dat. Ja, ik kan er niks aan doen, helaas. Dus ik ben echt goed bezig vandaag, man. Ik merk wel heel erg, geloof er niks aan. Ik zweer het, Bob. Ik zweer het. Ik had echt veel moeite. Ik had een dip, man. En ik merk wel voor het eerst dat ik een...
een eigenlijk bijna een schoonheids- of een middagdutje wilde doen. Omdat ik zo vermoeid was. Het is oprecht niet echt chill, man. Mijn lichaam moet echt aan wennen dat ik gewoon af en toe gewoon niks eet. Terwijl ik eigenlijk wel zin heb in eten. Ik moet daar echt even doorheen knallen. Ja, maar dan ga ik volhouden, jongens. Let's go. Hey, mannen, nog 11 likes voor de 400. Kunnen we die aantikken? Dat zou fucking dik zijn, mannen. Sowieso zouden welkom bij de stream, mannen, maar jongens. Nice jullie zijn op deze zaterdagavond, jongens. Insane, mannen. Insane. Tori doneer, yo! Hey, Turnpoint, man. Met een fijn, man. Vandaag een vakantie naar Mallorca geboekt met het vrouwtje. Zin in. Bro, Turnpoint, alvast heel veel plezier gewenst, jongen. Ja, ik was vandaag ook een beetje met vrouwtje aan het kijken naar vakantie. Alleen, ja, ik viel toen bijna in slaap. Dus dat was ook weer heerlijk van mij. Maar lekker, man. Goeie set, man, Turnpoint. Lijst, man. Goed bezig, maatje. Ja, nice, man. Ja, vakantietijd komt er weer aan, jongens. Oh, maar sowieso, hè. Gewoon het feit dat het gewoon weer mooier weer wordt, jongen. Echt top, man. Dat is zoveel relaxter. Ja, dat regen, man. Was ik helemaal klaar mee. De regen is zo irritant. Dus ja, man. Goeie shit, man. Hey, Turnpoint, hebben we er €5 ook, maatje. Dankjewel, kerel. Dankjewel. Oh, jezus. Oh, oh, yeah. Ah, lekker toeter, jongen. Leid, man. Goeie shit, Mallorca, ja. Nice. Wow. Ja, wij gaan waarschijnlijk naar Kroatië, man. Fucking ziek. We zijn even een beetje rond aan de neusje. Bro, let op dit, hè, jongens. Ik ben nog nooit op vakantie geweest naar een warm land. Klinkt best sneu, maar het is echt zo. Het is echt zo, jongens. Dylan heeft zo net uitgegeten in Groningen. Nice, man. Joh, ik denk dat je bedoelt uit eten. Nice, man. Heeft het gesmaakt? Yo, Scherfje, welkom bij stream, broeder. Komt omdat je elke keer suiker eet en je steeds meer nodig hebt. Daarom, Pieter Bas. Ik ben op dit moment echt proberen mijn lichaam aan het... Het klinkt echt cringe, hè. Maar aan het trainen om minder te eten. Tussendoor. Natuurlijk, ontbijt. Of, hè, ja, ontbijt. Ja, eigenlijk wel ontbijt. Ik ontbijt sinds kort, omdat ik wat eerder uit mijn nest ga. Ik ontbijt, middag eten, dan een kwark in plaats van echt veel brood of zo. Dus ik ben het wel ook aan het minderen met koolhydraten of zo. Want ja, daar word je ook wel wat voller van. Want ik eet echt veel brood. Of at heel veel brood. Dus ik ben dat nu allemaal een beetje aan het minderen en een beetje gecontroleerder mee bezig te gaan, man. Het is wel even zuur inderdaad, want ja, je hebt gewoon vooral, dat is echt waar. Tijdens de stream heb ik zoveel zin in eten. En dat nekt mij vooral. Ik heb nu... What's up, man? Hey, what's up? Rexy, man! Met een 3, man! Ik heb 5 centimeter op de leeftijd... wacht. Ik heb 5 centimeter op de leeftijd van 17. Am I cooked? Bro? Imagine. Rexy, je groeit nog tot je 18e een centimeter per leeftijd erbij, man. Besef je dat, jongen. Je bent 17, dus je hebt nog 1 centimeter erbij. Dan heb je 6 in totaal, bro. Bro, je bent aan. Je hebt het gemaakt, broeder. 6 centimeter is meer dan genoeg, kerel. Je gaat het gewoon doen. Dit, meer heb je niet nodig, jongen. Spreek uit ervaring. En Rick ziet helemaal de 3 maatje. Geniet ervan. Of nee, jij niet. Maar oké, okay, nice. Of misschien jij wel. I don't know. Check het uit, man. En Rick ziet voor de fucking 3 maatje. Bro, tuurlijk ben je cooked. Bro, je hebt gewoon een goede lengte, maat. 6 centimeter meer heb je niet nodig, jongens. We hebben het soms ook over, jongens. Even kijken, laat me even kijken. Los Angeles, reshade. Dit heeft wel wat. Het ziet er gewoon natuurlijk wat minder kleurrijk uit, maar wel sexy qua gewoon realistisch of zo. Ik voel de vibe. Dit ziet er lekker simpel uit. Nice, daar hou ik van. Lobby bro, geen stress man, kerel. Dankjewel voor de 3 maatje. Je hebt het voor elkaar, man. Goeie shit, broer. Dylan, in future heb ik heel veel lag spikes en stutters, terwijl mijn PC dit gewoon zou moeten aankunnen. Heb je misschien tips? Er is geen fix, want dat komt door dit. We hebben sowieso dat ons ziekenhuis hier en daar lags fixt. Dus als deze veranderd wordt, dan is het sowieso goed. Bijvoorbeeld, Otto's. Check mijn FPS count. Het staat nu op 90. Nou, let op. We gaan even langs Otto's rijden. Nou, maar hier heb ik gewoon 73, 90. Het mag eigenlijk ook wel meer. We hebben op dit moment 469 man in de stad. Dus ja, er zijn gewoon ook echt veel mensen in de stad. Oké, okay, let op mijn FPS counter. Naarmate ik steeds dichterbij kom bij Otto's. Hier 66, 71. Nou, ongeveer rond de 70 nog. Oké, dan rijden we nu even langzaam langs Otto's. Nou, mijn FPS-counter gaat even iets omhoog. Maar let op nu. 51, 52, oh my god. 49, 50, 45, 41, 40. Yo, Timo! Ja, kijk. We hebben gewoon dit soort plekken in de stad die gewoon heel erg druk zijn met FPS, man. En dat is gewoon veel. Want stel je voor, ik rijd nu even richting Sandy. Dan moet je de FPS-counter nu zien. 82. En dan gaan we hier naar rechts, let op dit. Het is gewoon op sommige plekken van de stad zijn er gewoon veel FPS-tops, man. Daar kan je niks aan doen. Al heb je een NASA per se, heb je het ook. Timo met een 3 met een vieser. Yo, man, we zijn er ook eens uit Wassenaar. Hebben vandaag heerlijk gegymd, rug en schouders. Lekker, moe, fijne stream verder. Timo, goed bezig, maatje. Lekker, man. Goeie dingen, man. Ja, ik heb vandaag, had ik chest day.
En wat hebben we gedaan? Triceps een beetje erbij. Maar 130 lukte net niet, man. Dat was wel jammer. Maar Jess ging goed, man. Goeie shit, man. Timo lekker bezig. En ja, hier heb je weer 100 plus. Snap je? Dus ja... Ja, de FPS is een beetje een ding. Ik zit alleen wat te twijfelen. Want ik ga heel veel kijken naar mijn game. Want stel je voor, ik doe mijn EMB er weer uit. Dan ziet het er zo uit. Dat is op zich niet eens zo heel lelijk. Ghost. Oh, Ghost, wat gun jij, bro? Het scheelt wel veel FPS, man. Als ik mijn EMB uitzet. Zie je dit? Zoveel verschil heeft het ook weer niet, eigenlijk. Ik denk dat ik het misschien even uit ga zetten, man. Dan heb ik meer FPS. Wat zeggen jullie, boys? Die EMB eruit halen? Het speelt wel chillen, man. En waar Ghost met een 5, man. Kun je even zeggen dat Jaden niet kan vliegen met een helikopter? En lof naar jou, maatje. En Ghost, sowieso een dikke shout naar jou. En sowieso nog steeds, broeder, voor de 5 weer, man. Bro, je gunt veel, maatje. Dankjewel voor de support, jongen. Let's go, man. Ja, man, Timo, je gunt ook veel. Of, Ghost. Ik zat weer verkeerd te kijken. Ghost, dankjewel voor alle support, maatje. Ja, man. Fix je mods, bro. Ja, eigenlijk wel, hè. Of wat bedoel je? Billen zijn spang? Billen zijn spang. Hoezo moet hij mijn mods fixen? Wat gebeurt daar? Een markt. Ik zit te twijfelen om heel veel mijn EMB eruit te gooien, jongens, om meer FPS te hebben. Wat zeggen jullie? Ik weet niet, het heeft ook wel weer wat, die EMB. Maar ja, het vreet wel hier naar wat FPS. Oké, EMB doet zeg maar dit. Het maakt wel de game wat gedefinieerder. Ik vind het lastig, jongens. Ik vind het zo wel er gewoon vet clean uitzien. Skip dat, ik vind het nu wel goed, joh. Ik nog even een VDM'tje. Zou ik het even doen, Rick? Speciaal voor jou. Ja, hier kom je ook weer op een drukke plek, jongens. Ja, de 707 car die ligt. Kijk dan. Ook de FPS knalt weer naar beneden. De auto's zijn gewoon, als ze bij elkaar staan hier. Je ziet dat de FPS gewoon naar beneden. Oh, die X5. Oh, ik vind die eigenlijk best wel dik om weer te hebben, man. Een X5. Alleen ja, het probleem is weer geen lampjes erop, man. Zou ik anders even een keer voor de grap een X5 uit de standaard dealer halen van onze HB gewoon? Zullen we dat een keer doen? En dan kom ik gewoon een keer weer een andere auto. Zo'n X5 heb ik eigenlijk best wel zin om mee te racen nu, man. Zullen we dat een keer rocken? Heb ik wel zin in eigenlijk. Daar zitten ook gewoon lightbars op en shit. Laten we een X5 uit de garage pakken. Let's go. Goeie shit, man. Hey, Carla, thank you for the sub, maat. Dame, sorry. Ik zeg altijd maat. Ja, dat is echt mijn woordje of zo. Ik weet niet wat het is. Skip it in dip, man. Hey, Jaden, thank you for the sub, maatje. Maatje. Bro, ik weet wat het is. Ik ga vanavond weer bij mijn vrouwtje even slapen. Eigenlijk zouden we vandaag slapen en gisteren niet. Maar gisteren wilde ik haar thuis afzetten. Dus ja, ben ik gelijk maar gewoon gaan pitten. Maar ik ben echt... Ik vind die Avatar-series lachen, man. Ik weet niet. Het verhaal... komt gewoon weer zo nostalgie in voor, weet je wel. Je kent het verhaal uit een tekenfilmversie. En nu heb je dat verhaal dus in een real-life versie. Dus dat is fucking ziek, man. Ja, ik vind dat heel hard. Dus ja, ik vind die serie wel leuk. Ik zit daar... Ik heb nooit echt meer een serie dat ik denk van... Ja, daar heb ik echt zin om te kijken. Maar dit heeft dat wel weer losgemaakt, man. Dus dat is wel nice. Yo, Billy, man. See, maatje. Hey, Ted, kunnen we alle sponsoren even in de chat zo'n Billy emote krijgen, man? Dat zou dik zijn, jongens. Laat ze even horen van jullie, man. Ja, we hebben sowieso fucking veel sponsoren, man. Voor een YouTuber met 276 sponsoren, dat is veel, hoor, man, hè? Ik vond dat echt dik. Ik vond dat echt heel dik. Nice, man. Dit voor welke voetbalclub ben je? Ja, ik heb het wel eens vaker gezegd, maar ik hou me gewoon niet bezig met voetbal. Dus ik ben ook niet voor een club, man, bro. Ik heb er gewoon... Ik kijk het niet. Dus ja, dan ben ik ook niet voor een club. Dat is een beetje gaar, man. Ik vind dat je voor een club moet zijn als je het ook echt volgt. En weet of ze goed spelen, noem het maar op. Snap je? Nee, maar kijk die chat, man. Die Billy emotes, man. Billy, geniet ervan, bro. Heel die chat spent jouw emote, bro. Dat is insane, man. Dit kan je misschien €1500 aan sponsoren. Huh? Willem? Zou ik je eerlijk... Willem, let op dit. Ik pak mijn YouTube stats erbij... Oké, weet je wat het is? Ik ben niet zo'n guy die dat allemaal... natuurlijk, de uiteindelijke money kan dat laat ik wel liever privé. Maar zou ik eens even oplezen hoeveel mijn lid of mijn sponsoren op dit moment hebben opgeleverd? Volgens mij, ik weet niet of die gisteren erbij heeft gerekend. Even kijken. 1 maart, ja. De counter klopt niet trouwens. Ik zie of het moet nog wel verwerken, ik weet niet zeker. Maar op dit moment hebben wij 239 leden... En dat heeft een opbrengst van €368 op dit moment opgeleverd aan mij. Dus €400. Dus dat is ja niet 1500. In ieder geval, dat staat in de YouTube... ding. Die chart. Hoe heet dat? Die... fuck man, ik ben nu even de naam kwijt. Hoe heet dat nou? YouTube Studio. Die Creator Studio, man. Let's go. Zo, oppa. We gaan even deze rocken, man. What the fuck, gaat dat ding weer dicht? Ik weet gewoon een keer weer een andere auto. Ik heb deze namelijk zelf niet. Ik vind deze echt dik.
Laten we even een andere kleur geven, jongens. Ja, toch, ik heb wel mijn geluid even iets zachter, want dat ding klinkt fucking hard. Ja, de X5 is wel dik, hè, jongens, deze auto. En hij rijdt ook snel, hoor. Die topsnelheid is echt fucking goed van dit ding. Skirt. En hij mag op rood. Hij remt ook wel nice, trouwens. Nice, goede waggie. 276 keer 5 is 1300 euro. Ja, het ding is alleen, jongens, daar ga ik heel eerlijk in zijn. Die 5 euro staat er, maar ik verdien echt niet 5 euro per sponsor. YouTube houdt echt een hele zak geld echt van mijn ding af. En mijn netwerk snoept er ook nog eventjes een percentage van 20%. Dus uiteindelijk, nee man, ik krijg echt niet 1500 euro, man. Dus ja, helaas man, was het maar zo'n feest oprecht, dan had ik zoveel meer verdiend. Ik heb echt niks te klagen hoor, jongens, maar van YouTube word ik niet rijk, laten we het zo zeggen. Dat is, kijk, oprecht, de dono's, de superchats, ja, daar wordt wel veel van ingehouden nog. Maar vooral de donaties, man, dat is echt de main inkomstenbron, zou ik maar zeggen. En jullie blessen me echt enorm veel ermee, maar YouTube qua views, ik zou er niet eens van kunnen leven, man, dat is echt zo. Nou, misschien wel Nee, denk het niet. Ik zou sowieso mijn auto moeten verkopen. En hypotheek wordt lastig, man. Dat wordt lastig. Dus nee, man. Ik zou niet van YouTube kunnen leven, man. Op dit moment. Van best mede daarnaast nog. Nou, Billy, moest eens weten, bro. Echt, soms schrik ik er nog steeds van, man. Jezus, hier is ook een car dealer gaande waar je u tegen zegt, bro. Why, yo, man. Doe de donuts aan het verslapen in Telude terug, man. Was zo ziek. Ja, is wel goed, hè? Ik zou er wel even een keer naar kijken, man, inderdaad. Oh, yo, man. Ik zie wel een paar dikke waggies hier staan. En 5 tjus. Die hebben een breed aanbod. Holy fuck, man. Maar mijn FPS nemen ze wel af. Yo, man. Car Meet Boy, 15 maanden sponsor, man. Hey, Car Meet, dank je wel, maat. Gast, je bent er echt fucking lang bij, man. Holy shit, bro. Hierbij pakt niet veel FPS. Is vooral je reset en je mods van NVA. Wat je eens moet doen, is reset preset uitdoen. Weet je wat? We gaan even de NVA legen. Dat is zo gepiept, man, jongens. Oh, kut. Kan deze auto op slot doen? Ja, top. Maar het geeft me 1 seconde, jongens. Laat me heel even dat eruit doen, want inderdaad, het vergeet wel veel, man. Zo, even kijken, even relog snel. Even zien. Het is echt 1 seconde werk, jongens. Eigenschappen, standslocatie openen. Politie aan mods. Doen we even kijken. Die eruit, die... Deze wil ik... Ik wil er wel een paar houden, man. Die ook. Die doen we eruit. Window raindrops doen we eruit. Dit doen we eruit. Zo. Laten dit erin. Plugins. Oh, misschien niet alles erin. Nou, boeit niet zoveel. Oké, okay, bang. Alright, starten we even weer op. Doe ik ook even trouwens deze. Oh, zo. Maarseveen. En we gaan weer terug joinen. Let's go, boys. Dus dit was vandaag Porsche Centrum 20 geweest. Het was heel leuk. Porsche 918 Spider gezien. EC was dik, man. Porsche zijn echt dik. Ik op een of andere manier, jongens. En ik weet niet eens waarom. Maar ik vind een Taycan heel dik. De Station, maar ook de normale. Ik vind dat fucking mooie wagens. Het is alleen jammer dat het ja, elektrisch is, man. Maar nee, het stream altijd zo bij mij. Als ik op 1080p kijk, loopt die vaak vast. En ik heb een 3000 euro PC en 0 ping. Soon, ligt niet aan jou. Helaas, Pindakaas heeft YouTube gezeik, man. Heel veel streamers hebben het. Ik heb het nu vandaag weer. Ik zie ook een mega dip aan kijkers. En dan weer een dip, of een piek er weer bij. YouTube is de laatste half jaar heel erg bezig met... Kauw, kom eens uit. Geen iemand door die doneer. Kijk dan op die doneer. Gewoon een stereo. Oh, zie je met een grote AK? Ik zag er net eentje richting Blokpark rijden. Zullen we die eens even bij de tanden pakken of zo? Kijk, was een Billy Timber 5, man. Alright, even zien. Oh nee, shit, job, nee, police, 3. Kut, kan niet meer, Dan moeten we weg doen, jongens. Helaas, Pindakaas, ik kan die auto niet meer gebruiken, omdat ik niet meer, Hij is mijn car dealer, volgens mij. Alright, ik kom eraan. G-Wagon er maar, bandje erop. Altijd dat bandje eraf glitst. Let's go. Hey, maar Billy met een 5, man. Dit is de Big Booty Billy emote ook alweer ontstaan. Eerlijk, het was wel een hele eer dat ik mijn eigen emote heb. Dat is toch legit. Ik loof het. Nee, is gehoord. Billy, die emote is letterlijk ontstaan. Ik denk in het gebied van CBR zijn. Oh ja, daar ben ik toevallig ook. Dat is letterlijk ontstaan omdat jij heel veel hebt gedoneerd, man. Jij was heel actief in de chat, maar ook qua donaties, qua gifted subs. En uiteindelijk was het gewoon om jouw liefde te belonen, man. Dus shout aan jou nog steeds voor die liefde, man. Ja, rond CBR Blokkenpark. CBR Blokkenpark is goed. Dat is laatst gezien en ik weet niet waar die nu is. Ja, mijn game is wel een stuk lelijk. Ik zie letterlijk trouwens die Chrome SCT hier kapot staan ook. Waar? Die heb ik aan band geraakt, bij achter CBR, man.
Ja, dat is eigenlijk de SRT die ik heb geknald. Ah ja, dan laat maar zitten. Alright. Even kijken, RTX, hoe ziet die eruit nu? Dan heb je dit. Gekke guy. Nou, zo ziet het op zich mijn game er wel uit. Alleen dan moet ik wel even de kleur wat meer doen. Color fullness. Oh, die staat ook aan. Maar dit doen we die iets meer. Zo, een beetje dit. Top. Opslaan. Alright, oké dan. Zo. Hotsenflots. Ik zie wel dat de weg minder mooi is, man. Dat is wel een dingetje, maar boeien. Het is wat het is, man. Goed shit. Wat vind je van de BMW M3 Touring? Bro, dat ding is fucking brut, man. Ik vind een M3 Touring echt... Echt een mooie auto. Ik sowieso ben eigenlijk nooit er van de stages geweest. Maar een RS6 en een BMW M3 Touring. Die houden mij wel hitsig, man. Ik vind dat hele mooie auto's. Ja, ik weet niet. Ik heb dat... Kijk. Weet je wat het is? Ik zit heel veel mijn airco 2 graden kouder. Ik heb totaal niks met supercars. Ik vind ze mooi, hoor. Ik vind het echt wel een brute auto. En als ik op de snelheid zie... Bijvoorbeeld een dikke Lambo. Dan denk ik wel van... Wow, what the fuck, weet je wel. Maar... Kom maar dan binnen, snel. Dat zijn wij. Ja, dat weet ik. Maar ik vind dit soort auto's mooi, man. Broer. Dit, M5, G-Wagons. Een soort van comfortabele, sportieve... Zoen Carpack, Benito. Zoen, man. En, hoe zeg je dat? Met de EP. Ook Zoen. Ja, dat duurt nog 8 maanden. dat duurt het al, dus. Even kijken, hoor. Ik ga stuk. Maar, ik hou hele... van voertuigen die als... Oké, stel je voor, je weet niks van auto's... dat je niet weet dat die auto snel is. Dat soort auto's, dat vind ik vet. Een RS6, een M3 Touring, een M5, een Golf 8 die ik heb bijvoorbeeld. Als je niks van auto's weet, weet je niet dat die auto's snel en geluid hebben. En dat vind ik de dikke auto's, man. Niet elke natuurlijk, maar supercars in Nederland heb je ook niet zoveel aan, vind ik persoonlijk. Kijk naar Don de Jong. Hoe vaak pakt hij nou echt die Lambo? Je zit alleen maar met van, ja... Kan ik hem wel hier parkeren? Kan ik wel hierheen rijden? Is dit handig? Ik wil met 4 vrienden mee. Dan kan ik deze auto niet pakken, snap je? Een supercar heb je eigenlijk niks aan. Dat is alleen een hobbyauto, vind ik persoonlijk. Stel je voor, je hebt een RS6 en daarnaast een supercar. Dat is een goede combo. Maar als je alleen een supercar hebt... Nee, man, ik voel dat niet. Ik zou hem direct verkopen en dan een RS6 ervoor halen. Ja, van dit soort dingen word ik wel een beetje moe altijd, jongens. Dat midden op de straat is gevaarlijk, man. Ja, als je in de poorten praat... praat je niet in game? Jawel, man. Als het goed is wel, man. Yo, what's up, Floris Moore. Teamleider type 1 met een 3, jongen. Afgelopen weekend had ik ruzie met mijn vriendin. Ik weet niet of dit weer zo'n meme bericht is, maar we gaan het zien. Toen ging ze weg met een maat van me in de taxi. En toen bleek dus dat hij haar had gevingerd in de taxi. Ik snap er niks van. Kun je ARB lang advies geven hierover? Floris, hou je vast. Mavo, man. Als je dat advies volgt, dan moet het goed komen, bro. Floris, dankjewel voor de 3 keer, hoor. Let's go, man. Ja, man, dat komt goed, jongen. Let's get it. Als je zonder MAVO niet hebt, dan weet ik het niet, man. Dan houdt het op bij mij. Ja, ik weet niet hoe je het anders zou moeten doen, man. Let's go. Ja, man, Nicole, ik heb echt lekker gechimpt vandaag. Ja, man. Lekker gechest day was echt. Ik vind dat altijd het leukste wat er is, nog steeds. Chest day in rug. Oh! Billy, man! Yo, Billy! Jongens! Voelen jullie dat ook? Ik krijg een harde tepel, jongen! Wauw, man! Hey, Billy, kerel, wat saap, man! Jezus! Hij is er weer. Billy, chat, laat je horen. Billy emotes in de chat, man, jongens. Laat je fucking horen in de fucking chat voor deze man. Billy zat een fucking boer vast. Kerel gooit er 55. Man is de top de neten. Kijk hem even staan met zijn naam, bro. Kerel, laat me even goed in beeld zetten. Zo, bang, man. Broeder Billy, €55. Love de jou, man, voor die emote. Zet jullie zijn ook aan. De Big Booty Billy hype is ook door jullie gekomen. Bro, inderdaad, Billy, we hadden toen volgens mij de week nog goed. Toen we de vraag ophoorden van, moet Billy een eigen emote hebben? Was volgens mij de chat ook volledig aan jouw kant. Dus die zeiden allemaal van, ja, zeker moeten we die hebben. Dus shout naar iedereen sowieso, man. Billy, bro, je gunt zo ontzettend veel, kerel. Dank je fucking wel, kerel, voor de liefde, man. Dank je fucking wel, maatje. Ja, het blijft, je blijft een gekke guy, man. Daar ga ik eerlijk in zijn. Dank je fucking wel voor de €60 in totaal, kerel. Wauw, dank je wel, man. Ja, jongens, ik weet wat het is. Kijk, ik heb het vaak gezegd, jongens, maar... Natuurlijk de donaties, man. Heel eerlijk, ik zei het net ook al. Ja, dat is gewoon, dat houdt dit ook stand natuurlijk. Dat ik gewoon lekker YouTube kan blijven doen. Maar oprecht, ik stream niet voor... Is de pizzeria erin bij... Ik stream niet voor views of voor... Ik maak geen clickbait content. Ik maak geen...
hoe zeg je dat, van die Mr. Beast video's. Niet echt, hoe heet dat, die viral content maak ik niet. Maar ik vind het echt ontzettend leuk wat ik doe, man, nog steeds. Ik weet niet, gewoon de chillings. Tuurlijk, het is mijn werk, maar ik heb wel echt leuk werk, man. En die combo vind ik fucking fris, man. Dat ik hier gewoon kan zitten, iets doen wat ik zelf heel leuk vind om te doen. Wauw, zo, dat was clean. Hopelijk ook dat jullie ervan genieten. Ja, dat vind ik waardevol, man. Let's go, man. Shout aan jullie sowieso voor dat mogen maken, man. Let's go, bro. Love chat. Kijk ook even heel de chat grof doen, man. Let's go, mannen. Shout aan jullie, jongens. Let's go. Aha. I'm rolling, I'm rolling. Ik zeg je wel, ik moet nog één setting even aanpassen. En dan ben ik klaar met het geouwe, hè. Oké, die normal shadows en shit doe ik uit. Die doe ik uit en deze doe ik ook uit. We krijgen nooit nog bij onderkant rode garage. Onderkant rode garage. Alright. Ja, worden mensen geen subdakka's. Nee joh. Alright, ik ben Ah, daar gaat kamer op. We hebben ook geen AC of D-structie, ja, precies. Zo. Karel, ga maar even kijken. Yo, ik ben bijna te plaatsen. Ik had een koppel prio 3. Karel, ben jij gekomen met iemand? Negatief. Voor mij staat de Lusco. Nee, dat is geen Lusco. Dat was Ferdi en Cody. Ja, ik zie ze. Zit jullie nog achteraan? Zijn te plaatsen. We stappen nu in een white body. Kut. Ja, zwart en white body. Bij rode garage. Hij is nu aan het repareren. Zwart en white body? Ze willen wegrijden. Hij staat daaronder. André heeft ook een handvuurwapen. Die zwarte white body die in de tunnel rijdt? Ja, die repareert. Hij wordt in de slot gehouden. Je moet dat niet zo gaan uitstappen. Ik ben een G-Wagon namelijk. Ik schiet zijn band anders wel hier. Ja, is goed. Nee, doe het niet. Maar hier zo verder ook... Hij stapt nu weer in. Wacht, Kim wil zeggen. Nee, hun rijden weg. Wacht even, hallo, laat Kim eens even uitpraten. Huh? Wat nou, als je hier zo rechts op hier zo deze. Oh ja, laten we erachteraan gaan. Oh, het was de verkeerde, ik had de verkeerde anders. Vandaag. Huh? Oh, dat is een noodhulp die me van de kant pit. Let's go! Dit is een komst. Ja, er waren twee white bodies. We hebben er eentje uitgekozen. Hij rijdt nu onderzijde basic richting die bomen laden niet AWB. Ik bedoel ambu. Hij gaat de snelweg op. Want die kent denk ik ook niet. Ja, geel kent deze. Ja, A4 richting Oliveel. Dat is allemaal noodhulp. Ja, holy tits, gast. Hij draait om. Hij heeft de afslag richting de A2. Wat een Kate rijdt ook achter. Holy shit, bro. Hij gaat nu richting A2. Keert weer om. Echt een boven ziekenhuis. Dat was een beetje op, jongens. Even focus, jongens. What the fuck? Nou, boven het ziekenhuis nu. Gaat rechts over richting basic fit. Gaat hier rechtdoor. Achterkantje rechtskorten. Hij gaat omhoog richting grote bar. Ze hebben vuurwapens. Middelpark. Ze hebben... Wat hebben ze gedaan? Laat ze ons ook nog een pissen. Richt je 8F. Nog weer rechtsaf. Zie je Brabus. Links... Ja, zo maar. Links op richting Middelpark. Hey, was er ter plaatse daar ook nog iemand? Want had hier nog weer links op richting Dump Casino. Holy rechtsaf shit, voor Dump Casino langs. Richting Middelpark weer. Zo, die drift morgen. Ik weet niet of iedereen dat volgens het erachter zit, maar dat is wel een beetje spannend. Ga door Middelpark heen richting TDA en B-winkel. Zo, gaan we naar rechts af richting bovenkant auto's. Bovenkant auto's. Gaan nu rechtdoor richting Blokpark. Zo, die G-Wagon rijdt lekker, man! Wow, dat ding is snel! Het is echt een boot, man, maar... Blokpark, gaat weer links af. Oh, die collega heeft de hoofd, man. Grove Street, gaat daar rechts af. Er is een car dealer. Dan nog een keer, gaat daar de A7 op. A7. Hij... A7, let's go. Gaat hij richting route 15, denk je? Is die andere? Is die andere? Is die andere? Ik ken zijn stem. Ja, hij reed. Hij is A7 richting rode en groene brug. Jo. Oh, ik zie hem nu nog rijden. Hij neemt de afslag bij Plezierhaven. Linksaf. Hij gaat nu filmen.
Hij is hier onder. Hij is anders maar richting Maria's winkeltje. Die recessie! Oh my god, daar gaan we. Die recessie klinkt altijd zo levensmoe, hè? Dat is zo mooi. Een geel lampje. Gaat richting uitval, onderzijde, uitval. Uitval, onderzijde. Gaat rechtsaf, richting bovenzijde. Ambu. Ambu, bovenzijde. Ja, maar die recessie aan bovenzijde, Ambu. Ik ga nu hierheen. Kijk, Maria's winkeltje, pas op. Wat een wagen is dit, jongens. Ik vind het echt de mooiste auto die ik heb. Hij blijft doorgaan. Blijft gewoon zo lief auto. De hele tijd. Hij gaat langs de impound rechtsaf. De impound rechtsaf. Linksaf. Langs GSF gebouw. GSF. Remmen. Alright, jongens, zijn er bijna. Garages uit. Kijk, wat gaan ze nu doen? Gaat daar langs richting Maesbank Arena. Maesbank Arena. Positief richting Maesbank Arena. Hij rijdt ons er wel uit, trouwens. Langs Maesbank Arena. Ik ga gewoon hierdoor. Gaat Maesbank Arena op. Maesbank Arena op? Wat? Ja, even voorzijde. Gaan even kijken. Gaat rechtsaf richting Grove Street. Grove Street, aha. Langs Grove Street. Wat een wagen dit, jongens. Wat een wagen. Of rood, jongens. Dat is pest. Gaan richting Maria's winkeltje weer. Maria's winkel. Kijk. Komen we erbij, jongens. Ja, gaan daar langs. Ik vind het echt leuk. Mannen, bijna vijf... Bar likes, man. Insane. Zijn jullie? A2 mogelijk op. A2. Negatief linksaf. Gaat bovenzijde af. Jezus. Richting basic fit. Langs bovenzijde af. Gaat richting basic fit. Ja, langs basic fit. Blijf omhoog gaan. Ja, dat is... Nog een keer linksaf. Gaan naar richting bovenzijde taxi AB. Frimmels. Aan westelijk. Oei. Gaat omhoog richting Grote Bank. Haaf, collega's! Goeiedag. Zo, dat was een klapper. Grote Bank, verdorie. Rechtsaf, richting Jezus. Dachtersen. Ik collega heeft hoofdpijn. Ah, vandaar. Ik dacht dat ik zo maar dood. Ah, ja. Alright, repack even mijn auto, jongens. Oh, blijf je rijden aan het casino gaan vanuit Grote Bank. Ik een stuk collega had hoofdpijn. Dat ik nog leef, joh. Ik weet niet of we mensen kunnen aankoppelen, want ze zitten als enige snel achter. Ja, ik ben net gepist. Sorry? Wat is er gebeurd? D-Sync. Onze motor. Jetzag. Jetzag. Ook nog deze of niet? Ah, joh, rest. Ja, positief. Ik ben even mijn auto gepakt. Onze motor valt bijna uit. Gaan Laventa noordelijk. Laventa noordelijk, jezus. Bij de achter. Ja, Billy, shout aan jou, bro. Man was gek, man. Maar, hey, hebben die Joris nog steeds of niet, Billy? Gaan langs Laventa. Fucking zonder hem af. Ik oh, staat de setup klaar, Laventa. Schiet alles mis. Laventa. Hey. Setup, pas op. Oh, ik ben geraakt. Auto's hoeveel wapens? Oh, ik ben geraakt. Sorry, vond ik leuk. Draai allemaal terug richting de stad, jongens. Sport? Op de Laventa? Meerdere automatische. Ja, nee, meerdere auto. Drie voertuigen. White Booty. Volgens mij een Golf. Die komen nu bij je vangenpool uit. Vangenpool. Allemaal AK. Sport? Ja, ik zie ze rijden. Vangenpool richting Grote Bank. Ze hebben allemaal automatische voertuigen. Waar gaan we achter? Ja, kies er maar in. Zullen die Golf of een White Bodies? Zie ze allemaal bij elkaar rijden? Doe maar die White Body. Golf wordt gepit, man, die crasht nu. Diamond Casino. Doe voor hem, kan. Golf, volg die Golf maar. Ja, is goed. Zeg, als ik mag in aan. Oké, dan. We gaan die A2 weer even doen. Ik had erbij. We zitten nu achter die Golf aan, langs Waterzee, waar je moet zitten. Weer normaal rijden. Zo. Die niet de afslag. Golf is gepit net, jongen. De brug bij Oespoest. Brug bij Oespoest. 296, mijn auto rijdt niet eens zo heel zacht. Zo, is die nou aan het hoeren met dat ding? Wel dik, hè, die Golf. Blijft zo'n dikke wagen ook. Oespoest. Zit er doorheen. Rolling, yo, Freddy! Bro, het zijn maar de 3 maten. Ik lees hem zo meteen op, Freddy. Dankjewel, maatje. Dankjewel, jongen. Ik wil één keer bezetten, toch nog niet. Oh, ik heb snoep geweest, jongens. Let's go. Dankjewel, man. Freddy, thanks. Goeie, joh, ik zeg echt... Dank jullie altijd zo vaak voor een dono, echt 16 keer of zo. Dankjewel. En nu ben je bij Oranje Ball of zo. Ja, weet ik niet. Dat gaat echt automatisch. Mijn game ziet er wel heel muff uit. Wat een whiteboard hier opgeschoten. Lijkt net alsof we in een stoffige doos zitten te gamen. Ja, waar zit je trouwens? Daar weer spookrijden, dat is echt een moeilijk. Waarbij je een slagbrief ziet, pakt hem daar niet. Het gaat nu weer normaal rijden, dat is echt een moeilijk. Het is weer de Denis. Ze zijn hier bijna tegen op de politiek te doen.
Rolling, I'm rolling. It's rolling. We need to keep it doing meow in the woning. We zijn er bij 24/7 winkel. Poggie! Zo'n zware wagen, rijdt hij nog best wel. Hij remt af. Gaat het auto schieten, zodat hij het doet. Rijdt om. Hij rijdt om of niet? Nee, hij rijdt om, weer geen punt. Yep. Hij slipt uit de bocht, jongens. Oh, wat doet hij nou? Mijn game crash. Oh, heel veel pijn. Nee, hallo. Gaat dit tunnel weer in? Ja, als je even beginnen. Hij is de hele tijd aan het houden met dat drift of zo. Ja. Hij heeft wel een automatisch wapen als het goed is. Alright. Oh, er staat een voertuig hier links. Je blokt hem af. Oh. Ja, crash, crash. Oh, crash. Nee. Nou, hij rijdt zich weer door. Oh, hij pit hoor, juist. Wow. Wat doet deze gast, jongen? Ja, hij is gek. Klaar, helemaal gek. Oh, hij heeft ook weer uit. Oh. We zijn nu bij Oranje Bal, gaat hij rechtdoor richting IKEA. Jong. Yeah, buddy! Wat doet hij allemaal? Ja, hij is echt aan het klooien hoor. Gaat hij waarschijnlijk omdraaien. Ik rijd niet van door. Gaat hij denk ik of zo. Ja, daar gaat hij doen. Hij gaat naar links, ik weet niet precies. Bro, Billy, wat ben jij erg, jongen! Billy met de 5 gifted, man, chat, laat je horen! Laat je horen voor deze man, hij gunt weer, hè! Billy, dankjewel, kerel, dankjewel, maatje. Is hij doorgereden? Hij rijdt over rood bij de silo. Bro, dankjewel, Billy, voor de 5, man. Hij staat uit. White body rijdt ook om, jongens, ik rijd. Volgens mij bij silo. Hij is hier nu. Ja, tijd trekwapen. In de bosjes, in de bosjes. Eentje in de benen, eentje in de benen. Stop vuur. Hij is al dood. Ja, is naast, maar die andere niet, die andere is van nee, de... Nee, nu, eentje is dood nu, de andere ligt... Twee man neer, stil. Ligt twee man neer. Eén reserve is neergeschoten. Locatie. Rosse Dino, staat er 7 trouwens. Bij dat kamp daarachter reed een whitebody die ook net mengde en schoot. Die rijdt nu daar vanaf trouwens. Ja, misschien daar ook achteraan gaan, aangezien die er net ook even schoot. Yo, Nicola! Er is er ook een SRG, ik weet niet wie dat is. Ja, iemand er even ambulance op gaan. Ik heb heel veel focus op dit, dus ga even positie nemen in de werk. Let's go, man. Ik hou hem even in de gaten. Let's go. Hey Billy, dankjewel, jongens. Gooi allemaal even een Billy emote in de chat voor deze guy, man. Let's go, man. Johnny got me tripping. Yes, ik ga Ambu op. Hey, after shoes. Johnny got me tripping. Modus in de berg, gast. Let's go, mannen. Zou deze guy skippen? Zo, nu is hij wel een beetje weg. We gaan gewoon weer terug. Hij komt zo meteen toch wel weer kijken. Maar dan hebben we hem in ieder geval weggejaagd. Let's go man Billy, dankjewel man. Ted, kijk eens even die emotes jongens. Let's go mannen! Weer 5 gifts, er zit op de 200... Ah! 281 fucking sponsoren. Bizar, bizar. Dankjewel man Billy van 5 man. Wow, die sponsoren gaan echt door het plafond jongens. Echt ziek, echt heel ziek. Gunny got me dripping. Got the juice. Ice. Lemonade, my name is dripping. Nice. Het was status van dit. Twee verdachten zijn hier met vuurwapens en één reserve. Even de omgeving goed in de gaten en is de ambulance opgeroepen. Ik ga even één dingetje uitzetten, maar game hoor. Dus... Ja, top. Eén verdachte hier met een mini AK op de grond. Die is gaat redden, ja. 18 bpm. Is een recherche die kan omschalen. Oh, ziet mijn game er dan lelijk uit? Oké dan. Is iemand weer die zwart dat hij kan? Oeh, dit maakt die of game... Of groene RZT. Zo. Serge, welke voertuig heb je gezet? Taycan en een zwarte RS of een whitebody? Zwarte RS6 rijdt om. Jongens, even één tegelijk praten. Focus maar op dit scenario. In ieder geval whitebody en een Taycan hadden geschoten. Zo man, kijk, dit ziet er wat... Ja, zien we alles en dan ziet mijn game... Oeh, dat is zelfs kan jij omschaan naar FO? Die is waarschijnlijk daar dood op de grond. Insane on, mannen. Dankjewel Billy voor de 5 gifted, man. Zeker, kan jij omschalen. Nee, maar neem mijn nek de strip in. Ambulance is te plaatsen. Nice. Nee, reageer alle twee, ik neem het wel. Neem mijn nek de strip in. Ik zal gewoon uitgooien.
als collega. Ja, top. Ja, dit voel ik wel. Nice man, Billy, man. Nice man. Wie zijn auto kan ik lenen? Ik ga stuk, man, Billy. Damn, neem mijn necklace strip in. Wat dit, joh? 151 FPS terug daar richten. Wat de hel? James, die Taycan hier beter geven. Ja, hij rijdt heel veel tak rond de hele tijd. Oeh. Ik zie ook een andere zwarte Taycan op offroad paardje. Ja, die bedoel ik. Zo, nu ik wat minder eet, jongens. Ik ben zo erg aan het tanken met drinken, jongen. Poeh, hey. Ze kunnen de Unmarked en die A6 kunnen het wel doen. Lijp, hoor. Lijp. Neem maar necklace strip in. Waar rijdt hij nu? Hij rijdt op in dat kampje. Weet je wat heel veel FPS verspaart, jongens? Kloplocaties. Dit. De reflection. Zet die uit. In zo. Zo weer stil staat, dan heb je gewoon in zijn 10 FPS erbij. Ik zit even gewoon op zijn gedachte. Dan gaan we even kijken. Hij rijdt nu weer terug naar beneden. Neem mijn necklace strip in. Toen ze met die Taycan. Wie is die witte R4? Bij. Pila Duk. Die geschoten die. Ja, dat is gezet. Oh. Kan er nog een ander hier naartoe komen als ik kan. Ze zit achter de Taycan. Even meemengen. Let's go. Skibidi dip, dap, doe doop, day. Staat 6. Oh shit. Even. Als die man omhoog wordt geholpen met AK, zou ik hem gelijk overkoeien of? Ja. Ja. Is er nog een ambu die hier naartoe kan komen? Hier ligt nog een. Heb je zijn wapen afgenomen, Charger? Ja, ik ben bezig. Heeft hij zijn AK nog op zak, iedereen? Ja, man. Hij is wel dood, volgens mij. Hij is dood. Of nu met je linkerhand de deur op doen. Geen gas in druk, jongen. Nu uitstappen. Dan moet hem door. Je gaat 3 stappen naar links doen. Knieën gaan. Dan moet je wat boeien. Ik ga wat goed. Hey, spelen bekend! Maar Ajax Zon is 8, jongen. Dat was een fucking superchat, maatje. Dankjewel, kerel. Is die blauwe BMW van iemand van ons? TikTok mannetje, spelen bekend. Let's go, man. Shout out aan jou, man. Nee, Ajax Zon, denk maar de euro. Ja, man. TikTok mannetje, spelen bekend. Ik ga even je sleutels pakken van de auto. Ik vind dat privacy. Privacy schending. Nee, man. Nice. Eentjes omhoog golven. Ik koop niks in Nederland. Wil de belastingdienst niet sponsoren. Ja, dat is wel echt zo, man. Poeh. Die nekt je wel echt. Ik dacht dat ik heb TikTok mannetjes spelen bij. We hebben de cobra knopen zat er net. Er vliegt een, volgens mij, een Maverick boven ons. Hey. Ja. Ja, klopt. Zo, let's go. Penis, jongens, let's go. Ja, die belasten die jongen in Nederland. Jongen, jongen, jongen. Dat gaat ook weer geld naartoe, man. Dat vind ik wel een lastig. Is dit de RSS van? Dat vind ik een lastig iets, jongens. Want ik betaal gewoon belasting over mijn donatiegeld ook. Weet je wat het dan zo scheef maakt, jongens? Kijk, stel je voor. Billy als voorbeeld. Die heeft 5. Wacht, nee, die heeft 60 euro. Maar 55. Die heeft 60 euro gedoneerd. Gewoon puur omdat hij dat mij gunt, weet je. Van, joh, hier, delen, joh, hè. Je hebt een kleine dik, dus ja, hier heb je wat... Nee, maar dat we kunnen inpakken, wegwezen. Je hebt hier wat aan en misschien kan je er wat mee, weet je. Hij gunt het. Het feit ja, dat ik belasting moet betalen over geld... wat ik soort van heb gekregen uit liefdadigheid, is kut, man. Dat iemand het mij gunt, weet je wel. Daarnaast trouwens, Nederland heeft ook een scheve regel op dat uitvaart. Wat was dat ook alweer? Stel je voor, je hebt een ton op de rekening en je komt te overlijden. Dan moet over die ton weer belasting betaald worden of zo. Is dat ruim? Dat is echt gaaf. Jullie al weg met z'n daar? Bizar, man, bizar. Dat zo scheef van werkt, maar ja, het is wat het is. Ja, uiteindelijk, we leven echt wel in een goed land, hè, dus ik heb niks te klagen, maar het is kijk, ik vind het bijvoorbeeld niet erg dat ik belastinggeld moet betalen over bijvoorbeeld reclamegeld. Stel je voor, ik heb een campagne of een mijn video pakt, bijvoorbeeld die stream van laatst, had 1000 euro gegenereerd puur door views en advertenties. Daar heb ik totaal geen moeite mee om daar belasting over te betalen, maar over donaties, dat voelt toch altijd een soort van fucking kut, man. Want het is gewoon puur... Ja, stel je voor ik krijg een 3 euro, dan hou ik daar uiteindelijk misschien
€1,50 of zo van over, omdat ja, de rest gewoon naar belasting moet. Terwijl ja, dat... Ja, I don't know, maar het is gewoon scheef, man. Het is gewoon scheef, maar ja, het is wat het is. Ik bedoel, uiteindelijk heb ik niks te klagen. Ik bedoel, ik heb het goed, dus ja, hè, het is alleen jammer dat... Weet je wat het ding is wat heel erg irritant is? Ik wil heel graag gewoon zo jong mogelijk mijn boel op orde hebben. Want ik heb geen diploma. Dus ik wil gewoon zo op tijd mogelijk een huis hebben. Afbetaald het liefst ook. Zulke shit, weet je wel. Dat lijkt me wel zo. Alleen ja, door die belastingdienst, ja, dan wordt dat wel de hele tijd uitgesteld. Dat is altijd wel een dingetje. Maar ja, het is wel, uiteindelijk, het is ook maar geld. Tuurlijk, het is kut, maar ja, ik ben blij dat ik gezond ben, dat ik een relatie heb met een supervrouwtje. Dat mijn familie oké is, dat ik hier een dak boven mijn hoofd heb en kan... Eigenlijk, ik maak me nooit druk om eten. Dat is bijvoorbeeld al een hele luxe. He, dat je, er zijn gewoon mensen op deze wereld die gewoon zweten en stress hebben om überhaupt een brood te kopen. Dus, als ik zo weer denk, denk ik ook weer van, ja bro, boeien, je hebt het goed. Dus boeien. Het gaat me puur om dat jullie dan hier naar doneren en dat daarvan heel wat naar de belastingdienst moet. Dat vind ik gewoon kut. Maar ja, het is wat het is. Hoort erbij. Ja, man. Ja, dat had ik ook nooit verwacht dat ik dat zou fixen, maar... W, man. W. Yo. Ben jij weg? Nee, ik sta er nog. Ik heb 2 dingen. Ja, jongens, ik kom nu ook in de zwarte... Je moet nog heel veel hier blijven, jongens. Er zijn nog 4 wouws. Dit komt hier wonen. Weet je wat het is, Billy? Ik, waar woon je? In Dubai of zo? Of ergens anders? Sowieso in zo'n land waar belasting weinig is. Ik ben aan het schaduw. Ja. Positief. G-Wagon ben ik. Maar, nee man, ik vind het echt chill om in Nederland te wonen, man. Ik zou hier niet weg willen, man. Ik zie lullen met die gas, maar als je geen ambu hoeft, dan inpakken en weggaan. Ik vind Nederland wel echt een chill land om gewoon te zijn en de gewoon... Markt, kom maar. Gymmen, ja, en gewoon het dagelijkse leven zelf. Gewoon chill. Maar ja... Nee, Money Wise is natuurlijk helemaal kut. Hij is aangehouden voor kant 3 wapenbezit en het poging tot moord op een ambtenaar. Ja, dat begreep ik. TikTok mannetjes spelen bekend. Niemand van ons. Hij is nu berg. Ben je al vertrokken, Sergio? Nou, die gaan we niet op wild afzetten. Dat is een beetje voertuig. Ik zou op een nieuwe rol zien. Let's go, man. Hey, Wout, even een submaatje. Nou, dat is prima. TikTok mannetjes spelen bekend. Wacht, RSS, ik ga nu bij Sims. Ben ik. Dat ligt ook om verlaten te volgens. Apple Flap, man, Apple Flap. Zo, hierboven heb je lekker FPS, dat is wat chill. Ja, ze moeten recherche onder elkaar, zodat ik even ergens. TikTok mannetjes spelen bekend. Sergio rijdt nu weg. Is de verdachte ook al weg of niet? Negatief. Ben jij weg, Sergio? We gaan nu weg. Ja, ik ga weg. Ah, die supervalido of wat ook is, die zit niet bij je achter. Nou, dat is geen supervalido, dat is zo'n dat duurste ja, ding. Ja, Buckingham Swift. Ja, okay. Jezus, wat een ding. Wie is die blauwe in markt en zit daar de persoon in? Oh, joh, gouden. Die politie. Ja, oké, okay, dat zit er op dag toe. TikTok mannetjes spelen we bekend! Dag, hoor. Nou, Nee, dat is wie was het ook weer? Kenny en Ian. Oh, is dit zo raar? Yep. Sorry, Bricht. Wie heeft de verdachte dan? Want, ja, wij en Ian. 1908. En waar rijden jullie momenteel? Ja, we rijden richting jou mee. Okay. Zo. We rijden in blauwe markt. Zo. Hier laten we aan. Lens. En wie is die groene SRT? Zijn wij. Zo. Prima. Zo, even wat de effecten uitzetten. Let's go, man. Een goede shit. En toch een keer ninja. Ja, man. Vroeger. Ja, dat was wel een W, man. Hey, maar waarom lees ik dat nu pas op? Freddy met de 3, jongen. Yo, Diddy met een leuke streamer, maar afgelopen weekend had mijn maat ruzie met zijn chick en we hadden hem achtergelaten en gingen samen de taxi in. Ik was dronken en zij ook en ze wilde echt wat doen, dus ik vinger naar wat nu. Ik hoop dat je vinger, dat je handen hebt gewassen en dat je gewoon weer doorleeft, bro. Uiteindelijk, ja, het is wat het is, bro. Pak wat je pakken kan, zeggen we dan, jongen. Sander! Denk maar de 5, jongen! Man, wat gunnen jullie weer, man? Hou eens op. Hou eens op daarmee. Even nog dit op 2K zetten. Zo. Let's go, man. Hey, Sander, denk maar de 5, maatje. Yo, man, Dylan, 1 maand geleden. Mijn kruisbanden gescheurd door voetbal. Mag een jaar niet voetballen. Heb al veel thuis moeten zitten omdat ik dingen niet kon doen. Maar je streams. Veel man, thanks daarvoor, Sander. Heel veel sterkte met het herstel, man. Dus dan kan iedereen weer terug richting hun eigen boete. Nee, maar dat. Bro, wat? Een jaar niet voetballen, bro? Dat is echt lang. Dat zou iemand mij kunnen schrijven? Waar ben je? Deze. Recherche. Deze. Zijn we ook sleep, Kenny? Altijd.
Wauw man, hey, Sander, dat is wel echt bizar lang. Een jaar lang niet voetballen, gadverdamme. Nou, dat is wel even, dat is wel even op de tanden bijten, laat het zo zeggen, bro. Heel veel sterkte man, Sander, heel veel sterkte. TikTok mannetjes spelen bekend, man. Hij pakt heel veel de ST, gaan die even omswappen. Yeah, buddy! Lightweight! Okay. Sup! Goeiedag, meneer. Hallo, wat is er? Oh, dat is Karim. Oh. Ja, wat denk je zelf? Gekkies. Ik ben stuk. Meneer 24 uur stream niet, man. Ik 24 uur stream, wie weet ooit, maar nee, sowieso niet de komende tijd. Laten we eerst maar die 12 uur stream doen. Maar ja, daarvoor moet ik wat dingetjes nog fixen en die gaan we doen. En ik ben echt afhankelijk van die nieuwe alerts, man. Positief. We gaan naar winkel of weer. Of naar bank of weer. Die op A1? Ja, is positief. Jo. Ik pak eerst. Oh, dat dacht jij. Oh, dat doen we nog. Ja, we gaan naar de bank, jongens. Is dit voor de winkel of weer? Dat is een bank of weer. Bank of weer. Die Gerbo ook, jongen. Drie. Maar het ziet er niet zo mooi uit met die glans, man. Kalens denk dat zijn. Nee, ja, drie met je clips die Paul Walker versie, Gerbo. Zijn er Amroders? Ja, Amroders. Die gaan niet heel snel, ze willen gewoon met drie vluchten. Drie van die dingen zijn zo, drie AK's binnen, man. Volgens mij. Oh, ze hebben een... Oeh, dat is dik. AK's 1 UMP, dacht ik. Okay, dus één iemand gaat weg. Snelle voertuig, man. Een skyline pakken, dus je hoeft hem niet achter. Oh. Dus goed. Doe dit. Kom er ook ervan. Oh. Gewoon even een hele lelijke combo gooien. Zodat ze mij niet herkennen meer. Ja, ik hou van lelijke auto's maken, man. Dat is grappig, jongen. Wees niet dat je DSI bent. Je moet een beetje tempo maken, jongens. Even een snelle wagen pakken. Ik kan nog wel een foto zonder verdachte maken. R6. E36 pakken. Ja, in ieder geval. Goffie, die doen we wel een keer. Elke SIF neemt aan, pakt gewoon één Skyline. Skyline is één persoon, dus we moeten wel zo. Let's go! Jezus, mijn game. Oh, joh. Andere preset even. Dat is dit. Dit. Nee. Ik denk dat het gewoon zo doen hoe het er nu staat. Dus de meest rechters. De rechter Contrast. Skyline gaat met de meest rechter SIF. En zo. Een rolling jersey, wat saap, maatje! Hey, met de drie man zeggen. Jij, Dylan, ik vind je content echt super leuk. Ik heb wel iets doms gedaan laatst. Ik kreeg in de club ruzie met mijn vriend. En daarna in de taxi met een maat gepakt naar huis. Helaas was ik gedronken en heb ik me laten vingeren. Wat nu? Jersey, je moet niet dezelfde donorbericht kopen hier als die guy hiervoor, man. Alle drie auto's. Het is een beetje hetzelfde als, het, als elkaar steeds. Hey, maar ten we de donors, mannen. Dankjewel, dankjewel. Rollin' en rollin'. Controlling, met een kipje doe het vies in de woning. Ballgame hard net als bowling. Zeg ballgame hard net als bowling. Controlling, met een kipje je woning. Let's go, man. Ja, die RC is zo dik, maar geen lampen, jongens. Geen lampen, helaas. Mannen, we moeten nog maar 30 likes voor dit fucking 600 likes. Kunnen we niet aantikken, man, boys? Easy dat we niet kunnen aantikken, jongens. Patrolling. Nee, mimi, nee, 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 de woning. De lulle doe. De penis. Sorry. Oh, ik ben ook weer veel te irritant soms, hè, jongens. Eerlijk, hebben jullie ooit op het punt gestaan dat jullie dachten echt van deze guy is echt irritant? Ik ben benieuwd, man. Sowieso wel. Ik denk als jullie niet zeggen dat jullie op cap zijn, man. Ja, ik moet een keer even naar die game kijken of ik hem echt chill kan maken. Deze is bijna te plaatsen. Ik ben niet te plaatsen. Bijna toch. Goed erbij, hè? Ook niet is dat van TikTok Mannetje Spelen bekend. Dat is het nieuwste nummer van Frenna. Dat is even kijken. Nee, dat ben ik eens naar 4. Hij lijkt me een slim gekeken aan jij. Maar eens een van Karofskis opvangen. Deze man. Gang nog steeds. Ja, ik word helemaal gek. Deze ook chill, man. Ja, kom maar door. Oh yeah. Achter op mijn Scooby. Warm in mijn hoodie. Ja, ik kan wel Mitch Kalin. Jalisco doen, maar ja, Mitch Kalin. Jalisco. Warm in mijn hoodie. Achter op mijn Scooby. Penis. Is dit wat zeiden ze nou dat het Jalisco was? Zeiden ze nou dat dit Jalisco was? Wat hoor ik? Jalisco. Fix je stem aan het papier? Vraagteken. De Amarok vangt hostages op, nam ik aan. Zeg maar als je bent. Oh, Steve, ik ben daar in de golf. Yes. Jij bent de bike buddy in jouw kant, James?
positief, man. Wow, yo, die Paul Walker auto. Ik ga even doorkomen. Voor de DC'ers. Karel, jij gaat gewoon aan de achter de skyline aan waar ik niet bij sta. Gewoon degene die dichtst bij jou staat. Nope. Ik kan achter de mil staan en Tachanka. Dit zijn geen skylines, dit zijn Mazda's volgens mij, toch? Mazda's. De OG Paul Walker. Fast Furious 1. Oh, wat ziek. Wat zijn... Wacht, ik zie Rick. 100%? Dat is Rick daar. Wacht, ik ga met mijn taser nemen. Is iedereen duidelijk dan of aangaat? Kijk dit, jongens. Dat is sowieso Rick. Ja. Moet hij voorstellen als... Dominic Toretto. Drie fictief. De andere oh, het is wel lijp. Zijn ze aan het harpie of niet? Wat een leuke auto's pakken ze. Ik heb een bewijs gezien, zeg maar. Ze hebben nu nog 1 hostess over, die neemt ze mee naar buiten. Jeroen, kan je sponsor worden? Hoi, doe check even de beschrijving. Is dat een linkje? Deze hier bij hem ons even aan. Sorry jongens, ik moet helaas even achteraan. Allemaal bij elkaar, toch? Ja, joh. Ja, ze zouden allemaal bij elkaar blijven. We moeten geen portofoort maken. Nee, inderdaad. Ik ga hier niet op spelen met een automatische gun. Dit wordt een pistol only, jongens. Ga ik nu naar binnen? Mannen zijn aan het arpieën. Jalisco is aan het arpieën met grote AK's in de bank. Kut, grote AK's in de bank. Kut. Karel en Tachanka, waar jullie achteraan moeten. Ja, de linker, hè? Ja, gewoon dicht in de rechter. No. Helemaal goed. Yo, Tony, what's up, man? What's up? De linker shift gaat achter mijn linker. Ja, kut. Ik wil eigenlijk hier. Ik vind het wel dik, man, met die auto's. Ik heb nog nooit een bank gezien met deze auto's ervoor. Yo, willen we nog aparte compliers vragen? Ja, ze zijn wel 3 AK's, jongen. Wat zeggen jullie, boys? Als ik een samenrijden, doe ik denk. Fuck it, dan worden wel grote guns. Yo, Barreman met een 3, jongen! Dylan, eenmaat, er is iets. Heb je je dag vandaag niet als er iets. Huh? Als er iets is, kan je het gewoon kwijt aan ons lof. Bro, Barreman. Thema 3, bro. Ik dankjewel voor het voorstel, bro. Nee, man, ik dat kon goed, jongen, maat. Als het echt niet gaat, stel je voor, ik zou live zijn en ik zou echt helemaal doorheen zitten. Ja, dan zou ik het even zeggen, jongen. Maar, nee, ik heb dat niet, man. Ik heb. Yo, what's up, Kansi, what's up. Ja, ik heb het allemaal gewoon op orde, man. Weet ik, ik ben juist zeg maar helemaal in zo'n mood dat alles zo soepel loopt of zo, man. Doe, ik sta voor een auto die ik in het echt heb, waar ik gewoon in kan rijden. Heel eerlijk, natuurlijk rijdt niet allemaal materialisme, ja, maar dit maakt me echt wel gelukkig. Zo'n waggie, het voelt gewoon als een jochie die zijn droom waar heeft gemaakt. Ik heb een prachtig vriendinnetje. Hier thuis is alles goed. Ik ben gezond. Mijn opa en oma zijn 65 jaar getrouwd. Mijn opa is 90. En daarmee gaan we even kijken over 2 weken lunchen. Dus ja, man. Eigenlijk mijn leven is gewoon best wel... En natuurlijk is het ook eens een keer minder geweest. En je hebt altijd je minpuntjes. Maar ik laat me niet verslaan door die af en toe die depressieve moods. Iedereen heeft wel eens een dag van... Oh, kut dit en zo. Maar nee, man. Ik heb dat echt allemaal wel gewoon chill, man. Gebalanceerd. Ik doe... Mijn werk is gamen. Snap je? Oh, dit staat fucking hoog. Bro, ik heb niks om eigenlijk helemaal om te stressen, man. Dus dat is echt chill. Maar ja, natuurlijk heb je altijd... Je hebt altijd wel... Ja, soms een mindere dagen. Maar ik niet. De laatste tijd is het echt chill, man. Achterop mijn Scooby. Warm in mijn hoodie. Ah, original bloom. Game bloom. Bloom. Boeien. Let's go. Wat's up, Jack? Welkom bij het stream. Het enige wat de afgelopen tijd een beetje kut is en wat op mijn zenuwen werkt, is die buffer issue van YouTube. Want het nekt echt de streams. Ik heb gewoon heel veel dips en je ziet dat, ja, op lange termijn, je kijkt gewoon verlies, man, door dat. Dat is gewoon zo. Mensen willen gewoon lekker achter hun televisie zitten kijken zonder dat ze weten die stream moet refreshen. Ja, het is gewoon een logisch ding, hoor. Ik neem het jullie echt niet kwalijk, maar ja, het is wel kut dat YouTube dat verneukt. Is het een ijs of zo? Heb jij een lampje, Tachanka? Dus dat is het enige nadeel wat ik tegenwoordig een beetje kan bedenken, man. Je wilt dan gewoon lekker streamen en dan hebben jullie veel buffer issues. De streams lopen niet soepel. Ja, dat is wel jammer, maar het is wat het is. Het is niet dat mij helemaal maakt. Achter op mijn Scooby, warm in mijn hoodie. Communicatie moet kort en duidelijk en zo. Let's go. We gaan, jongens. Hij is leiding. Oké, ik moet die linker pakken, man. Dat gaan we. Met die opeten, man. Zo, dit wordt wat, jongens. Ze hebben gewoon fully AK's. Ik mag gewoon collecten. Ja, kut. Ik heb wel het gevoel dat die als... Ja, dat dacht ik wel. Oké, dat is de rechtsachter. De rechtsachter. Oh, kijk, ik kom er niet bij. Rechtsachter. Ik heb heel even gewacht met aan. Ja, het is momenteel nog niet nodig, want anders gaan hun ook gekke dingen en zo. Nou, dat is ook nog heel even leuk over iedereen, als hun zetten. Ik ben benieuwd, man. Ik ga gewoon een beetje chillen. Ik heb het gevoel dat Jalisco serieus op race skills hier weg gaat komen.
Maar ze zetten wel bizarre guns op het spel. Ja. Rechtsachter nog steeds, jongens. Rechtsachter. Ik heb dat er nog. Richting wat meer. Daar rijdt ook weer van alles mee, jongen. Dan de volks is chef locaties. Brabus, dus even kalm, jongen. Even rijden, even normaal rijden. Ja, we rijden nu voor. Ik kan niet eens. Rustig gaan, man. Nee, dus even kalm, jongen. Oh, die wordt toch helemaal kapot knallen, ja. Oei, 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 dat wordt helemaal kapot. Links af. Ik ben gewoon een naakslag van, jongen. Ik wil lekker bij die wagies racen. We gaan nu OHB gaan we. Voordat die Brabus zich kapot rijdt, dankjewel. Richting Chinees Monument. Maar daar voorbij richting Plezierhaven. Zo, die golf scream, man, wat een bakkie. Oh, recht op die lampjes zo achterin. Ook spie. Ja, maar kijk wat daar mee rijdt. Daar word je toch helemaal kaal van. Ja, maar allemaal de AK's. Kijk die SRT's, whitebodies. Misschien hier en daar ook wel politie hoor, maar jezus. Nou, we gaan rechts de snelweg op. Het is ook voor je Lisco misschien een gezeik. Kijk dan wat allemaal achteraan zit. Holy fucking shit, man. Misschien is het ook wel wat van hun hoor, dan is het niet erg. Maar niet dat we een paar neus weer gaan pitten. Van eigen Matty. Van één naar voren rijden, die andere rijdt. Waarom ik voor die? Yo, wat Dennis Slager! Oh, waar heb jij gezeten, gast? Dennis, hoe is het met jou, bro? What the fuck heb jij allemaal gedaan in het leven? Bro, Dennis. Ah, die G-Wag, dan word je toch helemaal get verdemmen geïrriteerd. Dat is echt zo. Godverdomme. Dat was een beetje om het waar je. En Dennis, geef me een oranje lampje. Dicht maar bij die dingetjes. Oh, joh, ik dacht dat er. Ik heb het gevoel dat er een hele keten uit gaat komen. Volgens mij een lood. Ik heb wel eens mijn broertje. Ja, ik heb een voorvermoeden. Onthoud iemand in ieder geval één auto. Deze auto. Oh, my god, wat onthoud één auto. Ja? Wat? Ik wil het zien, wat is één auto. Weet je? Holy shit! Nee, joh! Jalisco is op RP, man. Kijk dit dan! Wat ik. Gok hem, wat? Juist, man. Dan toe zie ik dit. Ik weet niet meer wie het is. En draai je het even om qua comment met dit. Als het goed is, ik word ook lost MC. Wow, dit is wat je moet doen, man. Hey, wat op hier zit? Wow, ze hebben echt die Fast & Furious shit gedaan. Ik word echt moe van die G-Wagon daar. Ik zweer het bijna. Volg allemaal maar gewoon eentje. Volg er allemaal gewoon één. What the fuck? What the fuck? Oh, de kerst er één. Nee. Ze hebben allemaal kentekens. Wow, yo, dit is dik. Ik pak er gewoon één. Ik denk maar jongens, deze die splits gewoon met een beetje met dat voertuig. Wauw, dit is echt dik, man. Dit is echt. Ze hebben echt die Fast & Furious gedaan. Fucking bruut, man. Deze is fucking die fris. Voor die deze ziet die alle voorste. Ja, ik ben daar achter eentje aan die zat op de groep weg is gereden. Is het die voorste? Ik weet het niet, man. Een van die twee. Ze hebben verschillende achtervolgen. Er zijn foto's gemaakt van voertuigen voor banken. Volgens mij is het deze niet, want deze heeft blauwe neon. Misschien die achter jou? Blauwe neon is het teken van Brabus gezet. Yo, zeg maar. Brabus, laatste waarschuwing, met je kan hem rijden jij. Wat een irritante guy is dat, jongen. Ja. Dit doen ze nice. Ik voelde het al. Ik zag ze naar die loodsen rijden, denk ja, ze gaan naar poelen, ik voelde hem. Dennis, man, is dit de enige echte snuf van mij? Hoe is het met jou, Dennis? Ik heb jou echt zo lang niet gezien. Saap, man, kerel. Welkom back, jongen. Volgens mij zit ik wel achter. Maar wat is dit? What the fuck was dit? Nee, we gaan niet weer iets krijgen. Echt, ik zweer het. We zitten allemaal terug bij elkaar. Er werd weer iets geopend, hè? Wacht, ik ga mijn beeld uitzetten. Ja, nee, allemaal ik ga eerst terugkijken wat werd er geopend. Ja, wat werd er geopend bij mij? Dennis, man, heb gezeten op mijn stoel. Dennis, wat de fuck heb jij gedaan, bro? Wat de fuck was die? Wat was die pull-up? Wat was dat? Ik rij hier. Chrome browser. Wilt u de openbare privé-netwerken toegang geven tot de SIA? Sommige onderdelen van hier. Er gebeurt weer wat. Windows Firewall geblokkeerd op alle openbare partijen. Wij hopen dat ook wel leuk. 5M Chrome browser. Er is weer wat. Er is 100% weer wat. Screenshotje. Zo, even naar Tom sturen. Ik heb geen idee of het iets opent weer, maar oh, je zou het weer krijgen, maat. Wat is dit? Ik heb het helemaal aan de kant gebruikt. Wat een kit, sorry. Ik vind het wel dikke auto's, man. Dit kwam. Ik denk dat die voorste middels het is. In maar... beeld. Ik weet niet, maar het zijn wel harde waggies. Wat leuk. Ik weet niet, ik heb geen Chrome namelijk op mijn computer. Dus ja, eigenlijk wel, man. Ja, kost nog 100k, Wow, 100k is wel veel,
Maar je rijdt anders met vieren. Geen per, nee, ik hoef geen per se reset te doen, man. Ik weet nu wat het is en wat er... Hoe wat, man. Dennis, hebben we de euromaatje. Ja, het heel goed, man, bro. Heb het heel druk geweest met ondernemen. Bro, let's go, man, Dennis. Nee, goeie shit. Dat is alleen maar goed, bro. Maar welke kan we nou volgen dan? Want ik ben heel veel luisteren, een beetje midden in de game. We zien wel weer of het weer in beeld komt. Misschien was het wel een 5M iets, maar ik denk het niet. Voor 5M zelf, ik geloof het niet, man. Opeens wordt het weer geopend. Hackers kunnen namelijk scripts 4262. Random neus, hoe lang? Barry Batsbak. Hebben jullie iets van stemmen gehoord in de bank? Nee, maar ik kakte er geen aan met zich gewoon een dollar teken. Ik hou hem in de gaten, jongens. Onthoud het. Als het weer gebeurt, is hij de eerste die eruit vliegt. Ik had gezien, de linker... Gebruikt alle browsers, dus niet alleen Chrome. Ik weet niet, man, wat het is. Het opent opeens en dat vertrouw ik gewoon niet. Dat is gewoon raar. Zo groen is die rij, had jullie ook iemand gezien met rood haar in de bank, of niet? Kijk, nee, man. Kiro had je al eerder gewend, ja? Nee, je moet nu gewoon opletten op de kleding en zo. Met rood haar die... dus dan niet. Ik weet wat het is, zo'n mattie van mij in Red Engine, hij kan allemaal dingen openen zoals Pornhub. Tokyo, die hebben we al een keer gehad, ja, dus inderdaad, man. Dus daarom, man. Daarom, dus... Die andere heeft een helm. Je kan met modmenu's... Dit soort shit doen, man. Dat is echt bizar. Ja, eentje is wit getint, andere is... Ik hou het in de gaten, man. Gelukkig heb ik gewoon een hotkey op mijn stream deck, dus mocht er wel inderdaad iets in beeld komen, ja. Dan kan ik het gewoon snel uitklikken, dus dit is wat het is. Alright. Die man spoeft. Zullen we gewoon bannen dan? Zullen we gewoon weer bannen die Barry? Ja, man, hij spoeft volgens mij. Barry Batsbak. Hij is ook gewoon safe, ban. Gewoon een perpje weer. Ik herken zijn naam inderdaad, op Sodomiet. Man heeft echt veel mogelijk. Man heeft gewoon nul splay tijd en hij was een neus, doei. Ja, dat was een beetje decent, ik zag het. Zo. Gewoon even een zeven. En 8 jaar ook voor het enige wapen heeft. Maar weet je of er iemand met rode dreads zit? Want de rode dreads heeft sowieso een wapen. Oh, zo. Die mini-AK. Echt? Welke, sorry? Ja, die Barry Batsbak heb ik hier geband, man. Oh, sorry. Met gewoon medium. Oké, Rick. Oké. Nou, ik heb het in ieder geval geen toegang gegeven en gelijk weggeklikt. Dus let's go, man. Dennis maakt het, hebben we de fucking euro, moeder. Ik zie hem, ik zag gewoon rode dread. Dan moet hij is nu de achterste, de rechtste. Wat is dit? Hij is nu jij gewoon daarop blijven rijden. Welke auto ben jij? Ik rijd start. Waar zijn mijn lampen? Als jij dan gewoon daarbij blijft in ieder geval. Kijk of hij misschien een bril heeft. Beschikbaar, Karel. Ja, was ze gaan, hè? We hebben een huiszoeking. Hey, oh, bitches! Nee, hey, zeg eens dat die helikopter van me moet weggaan, ik word er helemaal gek van, joh. Wie, waarom zeg jij bitches tegen ons? Ja, die klote helikopter volgen me de hele tijd. Zeg eens dat die moet oprotten, joh. Dat klinkt als aan jouw probleem, vriend. Ja, dat dus doen. Kapot irritant. Kijk, ik zie dit. Let op, meneer de agent. Let op. Wat dan, hoor? Ja, is niet mijn probleem, toch? Alright. Oh, huiszoeking, nice. Zeg ik dit af, Dirk? Let's go. Zo, let's go. Oh, wordt gesleept. Zo, oké. Zeno 2, kom eens uit. Ja. Maar even kijken of er één iemand van de DE ziet. Oké, goed is dat. Ik heb motor 91 aangetroffen. Kaal, kan jij misschien... kan je hier op het dak, denk je? Ja, daar tegenover. Tegenover, bij het ziekenhuis. Daar kan je een trap op, kan je erboven op die helipad. Ik wil even maten. Momenteel 1 keer de M19 aangetroffen is de Harley motor. We gaan even M19 aangetroffen, holy shit, man. Dennis, geef een seconde hoor, ik lees hem zo meteen op. Ja, M19 met kogel. M19 aangetroffen nu al, jongens. Hoe kom eens uit. Wat een mooie golf, shit. Ik heb er twee, ik weet niet hoeveel wapens hij heeft. Hey, raad naar welke bank, jongen. Binnen mijn euro zegt, maar gaat lekker, man, maten. Met jou dan, met hoe, zo... Wel, moet zo wel weg, denk, kom even hallo zeggen. Na zo'n lange tijd is het goed, man, Dennis. Dat gaat lekker, bro, man. Goed om te horen, man, dat je zo lekker bezig bent, maatje. Dat vind ik goed om te horen, maatje. Yo, en Dennis zou dan jou worden van liefde, man. Hey, ligt hier iemand neer met een wapen? Oh, laat maar. Penis, man. Dus kunnen we daar bij de penis? Right. Hoppa. Hey, is er gewoon een autorijd voorbij. Ja, wel shout out naar Jelisco voor dit, man. Dit was echt sick. Ik zag noodhulp nodig bij de huiszoeking. Nee, niet meer. Van een kistje. Yes, Adam.
Is dat Saka? Ja, daar hij hem weer hoor. Ja, Saka is hard man. Ik krijg zijn TikToks de hele tijd aanbevolen, dat is wel lijp. Klopt, Killer. Ja, dat model is al lang af en Time heeft zelfs dat model nog dikker gemaakt. Ja man, die carpack is eigenlijk af, behalve de handelingen nog man. En dat moeten we echt even gaan fixen man. Ja man, dus vandaar. What the fuck? Er was heel veel van die groene auto's rijden daar. Dat was van de bank van net, van Jalisco. Jezus. Holy shit, Jalisco is wel gek beest man. Even kijken of dat ding nog open staat. Nee, apart. Apart. Goeie shit man. Penis! Ja, wel gekald door de RSS. Nou, die blauwe is een beetje raar aan het doen hoor, dus een beetje negeren die guy. Nou, gewoon vuurwapen vast voor iedereen. Nou, ik zit op het dak ook aan de overkant. Waar, is dat wat het garage CBR? Ja, 4009. Oh ja, ik hang er boven met Tessie. Ja, is goed. Hier moet je vaker ja, als je voertuigen komt hier pakken. Tegenover staat dan deze hier op het dak, die heeft wel een hele overzicht. Nou, dit is wel een goed plekje. We hebben al een M90 aangetrokken bij de uitzoeking, hoor. Let's go. Wat is Time? Time is. Ik word 22. Is hij is al 22 of 23. Daarom kan je die grijze Taycan links van jou ook in de gaten houden. Die komt steeds erbij lopen. Positief. Waar gaat hij nu van? Nou, die gaat naar de achterzijde nu. Ja, precies. Heb ik ook een vordering gegeven trouwens. Nu is vernomen. Pepijn. Oh, die Golf 7 blijft ook dik, hè? Ja, Golf 7 of Golf 8, jongens? Wat vind ik? Ja, oh, het is nou weer zo warm. 21 graden, jezus, meneertje. Moet een beetje de boel in de gaten houden, jongens. Oké, wat die tijd is. Ook, dat zijn vrienden toch wel, dus zei je dat juist. Als ik het goed had gehoord. Waarom huiszoeken? Ik heb geen idee, maar we hebben al een pistool aangetroffen, dus. Golf 8? Kijk, ik vind een 7 echt heel dik, maar een 8 wint het qua design gewoon echt. En ik weet niet man, als je een fully tuned R Golf 8 pakt, vergeleken met een Golf 8 R fully tuned van een 7. Ik weet niet man, zo'n Maxton Kid staat zo grof op zo'n 8 man. De kant stapt uit in het grijs. Heeft ook Porter contact? Hij doet een neppe emote op een wapen, kijk uit hoor. Misschien dat hij wel iets heeft. Dikke gek, mafkeesje. En bovenop het dak staat een Daisier. Bro, wat heb ik... Ik had volgens mij net mijn dag een beetje beschreven, hè, jongens. Bro, ik had mijn vrouwtje, zaten in mijn auto en het zonnescheen dakraam open. En we reden door. Die blauwe Brabus die rijdt ook. Door de. Hoe noem je dat? De hei, maar dan. Ja, door de hei. Maar echt zo'n mooi slaom kronkelweg. Dik. Fucking hard. Nou, hard. Gewoon lopen gassen. Golf 8 komen oprijden. Ik weet niet wie dat best is. Explosief. Dat ben ik. Dat was leuk, man. Dat was leuk. Ik heb echt genoten vandaag. Want door het zonnetje, lekker gegymd. Daarna gewoon een rondje rijden door de hei, bro. Wat is niet? Ik zeg je eerlijk, ik ben zo blij dat ik op de Veluwe ben. Ik vind de hei zo mooi. Het lijkt gewoon oprecht of je in een ander land bent, bro. Je hebt wat heuvelachtig, maar ook zo ver zicht. Ja, het is bizar man dat dat in Nederland is. Echt mooi. Allemaal wilde dieren ook daar. Ja, dat is nice man. Golf 700, alleen heeft hij geen led en zo. Ben je al geland? Ja, ik weet wat het is. Een Golf 7 is echt mooi. Ja, heeft, maar Golf 8, het is ook gewoon logisch. Het is een nieuwere auto. Hè? Meer inderdaad lampjes, meer future snufjes. Hè? Wat meer, ja, gewoon wat ja, technischere dingetjes. Volkswagen gaat ook natuurlijk steeds verder. Je hebt nu al een Golf 8,5. Fucking snel, maat. Een 8,5, hè? Dat scherm vind ik echt. Ik voel dat niet, man. Dat scherm vind ik echt niks. Maar ja. Is wat is. Ik heb hier gewoon een fucking headglitch. Waarom ga ik hier niet gewoon staan? Tien keer beter, man. Ik kan niet rennen. Even kijken wat daar gebeurt, hè. Er loopt iemand op het dak, jongens. Zwart gekleed. Welk dak? Er lopen twee personen. Dus je kan, geef maar een waarschuwingsschot. Kan je hier zo de trap... Waarschuwingsschot op hun? Ja, naar hen toe.
Daarom komen ze uit. Er staat hier een N3 aan de achterzijde. Ik weet niet. Daarom komen ze uit. Keer voor rechts. Heb je dat wapen afgepakt? Ja. Doe het wapen af. Ik kan ze momenteel niet zien achter ze. Karel, je kan eventueel hier bij mij de trap op. Achterkant zat een M3 bij de trap. Waarschijnlijk is die M3 van mij, want die is, zit niet met de... Ja, ik sta op dit moment aan de overkant op een dak. Oh, denk je dat ik er veilig op kan? Ja, ik kan je sowieso wel een beetje dekken. Ik zie ze alleen helemaal weglopen volgens mij. Ik zie eentje op het dak lopen, die heeft geen holster, geen tas, heeft niks. Ik zie het, ik zeg alles wel. Er is ook eentje naar beneden gevallen. Lol. Het heeft wel een wapenholster, degene die van het dak is gevallen. We gaan even... Ik heb een schot gelost op die kerel die daar letterlijk nu naar jullie toe rent. Ik zie een Kamar collega er voorbij lopen trouwens. Hij loopt een beetje aan het randje. Richting de impound. Ja, op het dak. Yes, ja, die kant op, ja. Ja. En dan daar rechts, achter die ding, ja. Kijk, hij heeft hem. Hoppa. Hier, gecatcht en die daar ook. Hoppa. Lekker voort. Nice, man. Ja, mijn penis. Penis! Zo, dat ging er bijna. Oei, jezus, wat was dat Taycan? Ja. Nou, Spitzel is aangetroffen. Oké, locatie van zijn laatste voertuig, die Rebel Raid, is voor het hotel van Jalisco. Hij staat daar midden op de weg. Ik ga er wel even naartoe met de golf. Nee, hij moet Jalisco! Jalisco Cartel! Hij staat niet in de garage, hij zegt dat hij midden op de weg staat. Oh, midden op de weg. Ik ga wel even kijken. Ja, we hebben dan nu 1 M19 met hoeveel kogels erom? 19 aangetroffen, jongens. Kan je dat bij wijze met Pim sturen? Karel, we zullen 2 man op het dak, zei je, hè? Ja, positief. Ja, dus kan je ook al bij afgaan. Helemaal goed. Nou, de pers is ook aanwezig, zoals je ziet. Jezus Christus, jongens. Ring is opgepakt, ja? Oh, ja, man. Ja, oprecht, Sean en Jalisco voor dat... gewoon het feit... Let op dit. Hun hebben de grootste klap van alle overgames ooit gehad. In ieder geval van DC. 11 miljoen weg aan geld. En wapens weg, noemen we wel. Ze kunnen hun huizen al voor een week niet in. Ze hebben gewoon een flinke catch gekregen, laten we zo zeggen. Is hier een ambulance voor die persoon die dat... Het feit dat Jalisco gaat arpieren wanneer zij alles kwijt zijn met grote AK's. Dat is insane, man. Dat is insane. Ja, dat verdient wel een... Ja man, dat is hard. Berry te met de sub, jongen. Ja, dat vind ik wel... Dat is doorzettingsvermogen, man. Dat is hard. Dus toch mijn game even niet op 2K, man, hier. Het is fucking druk, maat. Toch even alle FPS die ik kan pakken, even erbij halen. Ook even die shadows iets lager. Soft test is volgens mij het laatst. Alright, let's go. Squid Demon. Ja, man. Ik ga nog lang live. Tot 11 uur, jongens. Tot 11 uur. Was het nieuwe wapen? Hoe bedoel je, Maxime? Hoe bedoel je met nieuwe wapen? Oh, ik ben verkouden, jongens. Het is kut, jongen. Heet het? Die snotrol is gatver. Hey, man, we gaan richting die 700 likes, jongens. Nog 32 likes, jongens. En iemand aan met B oproepen. We gaan die Harley trouwens ook in beslag nemen. Kun je ons dan een noot op dat even doen of zo? Kamar B-klasse, kun je even... Dus voor. Gaan we B oproepen? Ga erop. Er is een nood. Waarschijnlijk hebben we zo nog wel een advocatenzak, dus Snow, jij moet er waarschijnlijk zo nog wel bij zijn. Ja, kom goed. Yes, in de Rebel is niks aangetroffen. In de Rebel? Dat is een agent was overlaatst niet gesloten in Future Beam, maar waar ik naast stond was echt goud niet normaal. Echt, Lars? Ja. Stuk, jongen. Ja, dat gebeurt ook wel eens, jongen. Dat gebeurt ook wel eens. Kijk of een sleepwagen. Ik kom er weer eens boven. Dus ik heb het doorgegeven aan Tom, dus ik hoop snel. Op die Harley Davidson. Dat kan niet, want hij zit bukt. Hij zit bukt. Hij kan niet in voet. Wacht, heel veel uitzetten trouwens. Louds. Dit zijn de dingen die ik aan heb, man. Boeien, we zetten hem gewoon eerst naar AB. Ja, ik geef even wat meer shadows. Doe dit. Wanneer heb je dat wapen in beslag genomen, Taron? Meer kleur aan de game. Toe map. Nice. What the fuck?
Nou, ik denk dat, dat... We hebben wel een pistol in beslag genomen hier. Dat is wat nice, man. Rick opgepakt met de AK. Ai, nou man. Rest in peace de AK, man. Wanneer gaat de politie zoiets weer open? Ik weet het niet, man, G. Hey, heren. Je mag even van het dak af. Meneer, we zijn een toeschouwer. Ja, en dat vond ik hartstikke leuk, maar niet hierboven, jongens. Kom, even het dak af. Yes, helemaal goed. Schiet me de getver. Terror is 2020 afgenomen, zeg je. Dus dan kan jij gaan lang met mij mee rijden. Gewoon what the fuck, hebben we nog een... oh, je hebt nog een... Als de nood op kan blijven en ook HB voor die motor. Zet die maar op HB af. Dat doe ik voor de rest van de advocatie. En laten we een service slaan, Black, jongen. Zo, doe het echt geschoten. Nou goed. Snow is mijn hulp nog nodig, aangezien er veel geschoten wordt in de stad. Nou, gaan we naartoe. Heel goed. Right. C04, kom eens even. Andere Porto, Future. C02. Ik sleep. Oh, oh, kut. Volgens mij wordt Tom me slepen. Kut. Stop, stop, niet erin, niet erin. Wow, ik zie je, wow. Oh, zo daar. Wow. Ik ben aan de andere kant. Ik heb mijn defend hier, ik sta alleen. Ah, ik ga weer aan de andere kant. Locatie? Op de brug A4, ik ben alle collega's dood. Heel veel wapens. Ja, die wapens zitten nu allemaal achter mij aan, ik heb dat wapen. Kom, niet van. Heeft iemand of groot waar ik bij kan overstappen of niet? Ik zit jullie met 4 man, mag ik stap wel naar voertuig. Ja, ik ga dood hier zo. Ik pak ze in de rug. Eén iemand in de benen, Wat een chaos. Eentje dood, eentje geneutraliseerd. Ik heb ook eentje geneutraliseerd. Oké. Okay. Zes goed, Akka. Zijn ze lokaat? Achter Afina. Ja, als jij ergens kan staan, dan stop ik over. Even kijken. Kom maar, ziekenhuis bovenzijde. Ik heb eentje gezet. Oké, joep. Ziekenhuis bovenzijde. Oké. Zo. Ziekenhuis bovenzijde. Oh, ik ben een beetje. Bovenzijde ziekenhuis voor jou. Ik heb een ziekenhuis. Niet crashen. Jezus, wordt gebeukt hier. Alsof je die ABT die heeft nog gemaakt. Als je doorrijdt ben je die white boot. Ja, maar nee. Jezus, volgemeld. Laat die juist aan, laat die juist aan. Ik ben al geraakt. Kom mee, ik heb je rug. Ah, let's go. Loop door, loop door. Yo, yo, yo. Kom maar richting basic. Ze staan daar boven nu klaar, man. Ik zie het. Ze hebben zicht op. Jij bent in die hoek al, denk ik? Ja, ik ben weg overgestoken. Weg oh, je bent al weg, top, top. Ja, ze rijden hier wel nog. Ja, als jij, ben jij al een stukje verderop? Ja, weg overgestoken. Ze stappen waarschijnlijk hieruit. Ik leen heel veel voertuig, kerel. Ik heb die band. En blijf zijn de voertuig aan, Mafkees. Stap even in, stap even in. Ik ben bij de kruispunt bezig. Tempo, tempo. Ik zit in een elektricien voertuig. Kom maar aan. Ben je gehandsupt? Nee. Ik loop nog. Ik pak deze escort. Yo, ik zie je. Je wordt geschoten. Het is allemaal gaande. Wordt geschoten, garage. Hé, hey, kom eens terug. Zo. Ik zie hem. Ja, hij zit bij de garage, man. Oh, ik ben been. Yo, locatie. Achter de garage, Hey, ik ben lopend, man. Ik kan niet naar je toe komen, We zijn nu op de garage, ik word gecent weer. Waar? Op de garage, basic fit. Nou, ik kan er niet bij komen, man. Ah, oh, verdomme. Oh, ik ben benen geschoten, al. Ja, heel de keten omheen, jongens. Ja, op de garage, ik sta nu op de garage. Achter de garage zit iemand met een AK om me te schieten. Oké, blijf gewoon gedekt, desnoods doe je handen omhoog. Ik ga repairen snel, dan hoop ik dat ik op tijd ben. Ik sta hier, oh, ik ben wacht, ik ga met lekker band rijden. Moet wel goed komen, die guy is een kloter. Ik weet niet of iemand, is er nog iemand levend hier, of...
Pak gewoon een fucking taser. Ah, ik ben leven, maar ik vlieg in een helikopter. Ik kom met hier. Ik kom met lekker band eraan. Hij komt in mijn rug waarschijnlijk. Hij staat mogelijk op de ga. Oh, ik ben weer benen. Ja, waar ben je precies? Want wij hangen steeg boven de basic fit. Ja, in die steeg loopt nu iemand in een, wat is het, grijze R6. Die gaat er nu van ziet door iemand recherche? Met een UMP. Ik zie geen recherche. Sergio, leef je nog? Nee, die is denk ik overleden, of tenminste... Ik zit nu in de steeg. Ja, ze zijn weggereden. Daar, ze stapten net in een R6. Ik zie nu een zwarte R6 rijden. Nee. Kloten! Blauwe R6, blauwe R6. Verdomme, die rijdt ergens. Zware motors. Rijdt nu richting Lombank. Oh. Oh, net te laat, verdorie man. Had je nog iets? Hebben jullie nog zicht op die R6? Ja, luister verder rechtsaf. Ja. Hij heeft, alleen een AK kunnen pakken, ik heb dat soort geld. Oh, gelukkig. Nu begraafplaats. Oh, dat ging aan je tankshow waarschijnlijk. Wat een chaos. Negatief, gaat tegen een pier. Tegen een pier? Is de locatie blijven geven alsjeblieft? Ja, filmstudio. Waar rijden ze jongens? Luxury car die. Die blauw heeft de AK geript? Ja, hij heeft mijn AK. Oké. Okay. Bodendlaan. Hij heeft zelf een bel op zak en hij heeft mijn AK geript. Oh, serieus. What the fuck, dat is best wel eigen ziek. Ze zullen de komst kan geven. Hij rijdt nu richting Bodendlaan. Nee man. Dat is best wel ziek. Nou, ah, kut. Ik schatte die heel verkeerd in. Sorry. Wow, dat is dom. Hij gaat nu Bodendlaan op. Ja, ik vlieg, mijn piloot. Oh, ja. Ja, zet hem. Ik wil een pistool schieten. Vanuit de bergen. Nou, er is een collega. Oh, oké. Okay. Nou, zwarte kip. Alright. Zit er iemand nog achter die R6? Ja, precies. Die hangt erboven. Hij rijdt nog steeds omhoog. Alright, ik rij ook op die Bodendlaan. Ja, mijn motorcollega's zijn vanaf geschoten net, ook boven. Zullen we naar de komst gooien? Ja, ik weet niet of je mij nu weer kunnen horen. Ik hoor jou nu. En boven aan omhoog. Ik ben die M3, ja, ik zie hem rijden. Hij blijft deze weg volgen. Ja. Recht en negatief gaat linksaf. Hij komt weer terug, denk ik. Draait om. Ja, hij komt weer terug. Zodat hij niet zoveel sneller dan deze M3. Ja, hij rijdt weer de hele laat terug. Jezus, kijk dan. Als jullie klaar kunnen staan bij het Bodendlaan eventueel. Zit je nog achter, Karel? Ja, iets te ver. Dat ding gaat veel sneller dan die van mij. Ja, wij zien hem ook niet. Hij is doorgereden, denk ik. Hij is doorgereden bij Bodem. Ja, ik zie hem weer. Richting begraafplaats. Ja. Oké, ik ga hier neer doen. Ja, dat lijkt wel een paar zin. Oh, zet op mij. Ja, oh, ik ben volgekust. Oh. Hij blijft rechtdoor rijden. Gaat hele links af. Richting de golfclub. Blijf rechtdoor gaan. Richting Live Invader. Blijf nog steeds rechtdoor gaan, luxury. Oh joh. Lijp man. Steeds rechtdoor. Op dezelfde weg. Oh joh. Rechtsaf richting rode garage. Ik vast. Ja, hij gaat een tunnel in. Wij kunnen hem niet zien bij rode garage. Met wat gaat die tunnel in? De tunnel naast de uitval. Die twee gebouwen. Hij is er niet uit over. Wat een fucking klap. Ga met uw collega. En een witte auto rijdt er nu uit. Ja, ik heb mijn poot geschoten, man. Je poot, verdorie, man. Ja. Oh, jezus. Wacht even, hoor. Ja, we hebben nu nog een roze Mercedes E800 in het zicht. Ja, hij is overgestapt in die witte of die roze.
Maar rijdt die roze, hè? Ja, ik zie wel twee personen in die roze zitten nu. Waar? Hoppa. Maar Lombank. Zo. En nu? Hij blijft nog steeds rechtdoor bij Lombank. Gaat nu richting de afslag. Die Brabus was Grieven. Ja, dat is hij niet. Ik heb hem er al uitgerust. Minuten snel, ja, die jezus. Collega Riep, heel veel mijn auto. Kun je nog naar het ziekenhuis komen, of niet? Ja, blijft ik heb eigenlijk een metalen tip. Een metalen tik? Een metalen tip. Een tiet? Nou, er is nu aan een bank. Wat zeg je? Het gaat links af. Ik snap er niks van. Hij is bij tennisbaan. Metalen, wat? Ja, tennisbaan. Ik ga stuk. Staat hij nu stil? Hij ziet jou zeker niet. Ik denk het niet, want ik zie wel vrij hoog. What the fuck? Oké, wacht. Rijd dan met z'n allen tegelijkertijd op. Hij is er alweer afgegaan. Hij staat niet zo voor. Hij gewisseld van stoelen. Wat een gek was die guy, jongen. Hij rijdt weer terug richting I Intention. Het rijdt weer om. Nou, dat is een van tennisbaan. Hij weer om richting, hij rijdt nu richting de bank. Die bank? Ik zit erachter met een witte. Dat ding heeft sowieso nog. Staat nu voor de bank. Hij zei, love your stream. Hij love, broeder, love. Hij rustig aan. Hij rijdt weer hard door. Collega, moet je bij het ziekenhuis afzetten of red je het zelf? Een A1 ja, motor veel kapot. Wacht hier, ik heb een repair kitje voor. Winkel. Ik ga erop rijden, ja. Net voor... hij gaat weer rijden. Hier, Kees, collega, repair kitje voor je. Dan moet je gewoon rustig schakelen. Ik ga even die kerels even een flinke tik geven. Hij ziet ons flink loopt dus beamplay. Wordt het goed, hè? Ja. Wie is dat? Succes, collega, jongen. Hetzelfde. Hey, rustig. Goed, man, bocht. Fuckjes. We gaan weer door, hè. Rappie, hij rijdt naar de Westpost. Westpost. Hij gaat recht af. Dit de N42, cool. N42 op. Ja, dit is top, dit is top. Ik denk je, John. Thanks, John. Hij komt hier misschien heen. Ik heb de lampen uitgedaan. Nu de afslag naar de pluk. Naar de pluk? Waar de fuck is dat? Waar is de pluk, jongens? Weet jullie dat? Kut, je moet wel een kwartiertje gaan, jongens. Ja, ja. N42 richting Sandy waarschijnlijk. N42 richting Sandy. Seren nu uitgang legerbasis. Oh my god, het is er voorbij ook, jongens. Richting Witte Kerk. Ja, wel snel, Sires. Witte Kerk. Gaan we hier links. Ja man, we zitten er nog niet eens heel ver vanaf, jongens. En kijk de reizen. Hier, hoppa. Morgen. Sweet. Ja, we doen weer mee, man, hè. We doen weer mee. Rechter richting Vento Blanke kruispunt. Nee, man. Wat een gekkies. Blanke tankstation en gaat de Vento Blanke op. Richting Fijne Goal. Fijne Goal. Nice, we komen eraan, jongens. We komen eraan. G-Wagon, G-Wagon, no! A lot of toys. Passeren bijna met het Blanke huis. La Fuente huis. Kun je zeggen als het tegen licht is op het moment? Ja. Jongens, M3, you got this. Nu onderkant Vinewood Bowl. Onderkant Vinewood Bowl. Kom maar rechtdoor richting Blokkenpark. Hij gaat er sowieso de onderkant pakken. Zit er nog iemand achter? Rechtdoor. Ja, iets ver. Gaat nog blijft steeds rechtdoor richting Blokkenpark ongeveer. Ja, nog steeds richting. Kom je zo meteen uit bij boven het ziekenhuis? Ja, ze gaan onder. Nee, gaan het A4 op. A4 richting Kettletunnel. Oh. Ja, nog steeds richting Kettletunnel. Zo, die Hayabusa. Hij wacht onder de brug. Oh nee, het gaat weer om. Het gaat weer om. Ja, zien hem. Dit is reserve volgens mij. Waar? Gaat links. Gaat richting gewoon het olifant. Oh. Oh ja, ik zie hem. Wij zien Hayabusa niet. Als jij even komt, ja, ik ben niet Hayabusa. Ja, we zijn nu ook even bij. Snow? Hij is gewoon rechtdoor. Ja, hij zit erbij. Gewoon helemaal rechtdoor, helemaal rechtdoor. Hij is niet afgeslagen. Rechtdoor. Jongen. Heeft hij afslag of niet? Nee, ik heb niks gezien op afslag, maar... Oh man. Wat voelt er? Kan één iemand naar... Een roze Brabus. Iemand naar Russisch gaan? Ik ben Rode Brug op. Ik ben met dat toe, weet je. Roze Brabus. Ik zie wel een roze SRT. Thank you.
Wat is dat? Nee, rode brug, niks gezien. Oh, oranje kut, sorry. Mogelijk dat één iemand richting het noorden kan gaan en vooral een beetje de tube shops afgaan. Verdorie man, SRT, het is wel ver... Verdorie man, hè? Jammer. Ik denk dat die richting het noorden is gaan of de stad in. Ja, het was een gekke manshop in die auto. Huh? Hij zit niet vast. Hij is wel kwijt. Maar GG's hoor, lijp. Hey, blauwe RS6, heeft hij nog wat gedaan? Ik zie die blauwe RS6 nu bij DZ gebouw staan. Met een deur eruit. Ja, die, daar was hij uit overgestapt. Hey, ik zit er nu achter, wil je daar nog iets mee? Ja, ik... Nou, ik... Hij heeft wel die AK geript. Die ja, auto. Hij is overgestapt. Ja, met die auto wel. Is er gewoon iemand de route 15 genomen richting het noorden? Ja, ja. Er rijdt ook een Lambo achter die RS6 nu. Hele keet bij. Oh, er staat hele keet klaar, jongens. Dikke setup. Olievelden. Olievelden, heel veel man. Maar. Olievelden tot de shop. Dat was allemaal richting de DZ, denk ik niet. Twee in de poten. Zegt iedereen. Is het een andere controleer? Nee, dat is gewoon hetzelfde. Ros SRT jongens, DSI-weggetje. Eén in de poot en die driver heeft banden lek allemaal. Richting DSI? Ja, richting DSI-gebouw. Ros SRT. Wat is de naam van links? Even kijken waar die rijdt. Hier links. Er zijn links op die weg gedraaid gegaan. Oh, ik zie eens achter. Waar lopen ze? Hier is die SRT. Er zit nog iemand in de SRT. Achter de berg. Op de berg staan. Ja, ik zie hem rennen. Ik kan alleen niet omhoog, moet ik gaan rennen. Hij gaat omhoog. Er zit ook nog iemand in het voertuig. Ik heb de 1 twee keer in de benen geraakt, hij staat op de berg namelijk nu. Hij rent richting route 15 snelweg. Heeft hij een wapen vast? Ik weet niet, maar je kan wel die ST. Ik zie geen wapen in zijn handen. Maar één van hun heeft een wapen, of het is die guy in de auto. Ik kom stop, ik zie hem. Ik ga proberen hem daar verder op te pakken. Waar rent hij? Hij rent richting de... Mo, ja, hij speelt achter die. Hij rent nu. Hij rent richting A9. Loopt wow, wat een timing! Yes, ik... Maar ik in de band schiet, ik zie hem. Ja. Nou, hij heeft al geschoten. Hij is wel low, jongens. Hij is wel low. Dus één kogel, denk ik. Dan ligt hij al. Hij staat aan de verkeerde. Hij loopt nu door de benen. Ja, in de benen. Dit zijn derde keer benen al. Ja, hij staat niet meer op. Ja, waar is hij? Stop. Als hij nu nog... Oh mijn god. Wie is die witte plek schieten? Ja, benen stop met schieten. Wie is die witte RS4 van ons? Pas op dat je niet in je rug gepakt. Blauwe! Hij is best gewoon weer pasop. Oh, 360. Wat man, dit is boy. Ja, nu is hij gemetariseerd. Tering man. Collega's ook weer genoeg. Roep gelijk ambu op. Kan iemand ambu melding maken? Chase naast mij. Loop Ravens. Jongens, hou 360. Hou 360. Nee. Maar hij wil uitschot maken. Haal vol collega, haal vol. Ik ben die range. En waar is Snowberg gekruist? Hier alleen deze twee heren. Wordt niet gegruiseld, dus waarom zit er al de verdachte hebben we neer, die ligt hiernaast. Is Ambu opgeroepen? Hé, hey, heren, gaat het? Broer, ik... Sorry? Ik heb medische kennis, moet ik even helpen? Ja, dan wordt iemand gegijzeld. Ja, we hebben eigenlijk echt een ambulancier nodig, kerel. Hij ligt nog op de grond, niks af wordt. Ja, dat heeft letterlijk geen zin. Zeg maar. Wie is hier? Benito, ben jij toch? Nee, ik ben niet deze hier die hier loopt. Oh ja, vraag even wat hij nou wil, want de wapen is niet afgepakt. Hé, kerel, wat wil je? Dat, zo weet ik dat niet. We gaan je niet afnemen omdat je mij hebt gijzeld. Hé, hey, hallo. Maar ben je leven Hé, kerel, je mag even blijven zitten. Of stilstaan, kerel. Ik wil even het gesprek aangaan met jou. Wat denk je dat, wat ga je hier nou doen? We hebben nog niks afgenomen, niks. Jouw vriend gaat overlijden zo op deze manier. Ah, maar ik heb hier even
collega's. Ja? Jij wilt geld? Ja, hij verandert ook om de seconde van de. Ja, die wapens die afdoen. Dus ik weet niet hoe je wil dat je hem kan krijgen of wat. Ga trouwens eerst even op normal staan, ik kan je amper horen, Kael. Ja, ga maar even zo'n mooie sproken denken. Hij heeft niks bedacht, het is gewoon pure impulsieve actie. Hij weet ook niet wat hij wil. Ja, maar hij zat in een andere. Ik zag toevallig dit. Ik heb een seconde hoor, ik moet heel veel overleggen. Hé, hey, Karel. Sorry. Zeg even tegen hem, hij mag, laat hem los en mag je vrijheid op die F-ketting stappen. Jo. Maar wat doet hij? Hé, Kerel, we gaan het zo doen. Aangezien jij geen plan van aanpak hebt en dit nergens op slaat. Zet op je F-ketting en weggaan, als je mijn collega nu loslaat. Oké, maar dat kan, hoe kan ik dat vertrouwen? Ja, loop je, waar is je F-ketting? Collega met de F-ketting. Ik zag het aan. Je zag het. Laat die F-ketting hierheen komen, stap jij op en dan gaan we het zo doen, oké? Nee, die is niet schreeuwen, man. Kom op, ik weet dat je ziek bent, maar je hoeft niet te schreeuwen. Ga hier op weg dan? Ja, ik ga zo weg. Wij hebben namelijk hier levens te redden. Als jij mijn collega nu los kan laten, mag je nu op die Advocate stappen. Yes, wegwezen. Hey, fijne avond, hè. Hard geregeld. Wat een gekkie. Ja. Nou, we hebben het allemaal snel nodig, jongens. Is hij al opgeroepen? Ik weet het niet. Is de ambu opgelopen, geroepen, jongens? Kan iemand dat voor zeker nog doen? Nou, Zuri doet het wel. Ja, moeilijk zeg. Jezus. Jezus, man. Lastig om een melding te maken. Door, jongens. Dover nemen niet zoveel gaan, jongens. Wat een gekkies. Maar jongens, wat een timing op die setup daar, hè? Bro, ik zat gewoon random achter die RS6 aan. En daar stond, ik weet niet eens wat daar klaar stond, maar broer. Daar stond met een Kate. Wat? Dat was gek, man. Dat was echt een bizarre timing. Dat was echt gek. Dat was een hele andere kop op Rio en de situatie. Dat was lijp, man. Waarom zou je mij in dienst kunnen zetten? Was jouw job en nummertje? Mijn nummertje is 4595 en inspecteur. Ik weet niet welke nummertje dat is. Onder die van, één onder die van Tom. Dat is deze, denk ik. Yes, top. Heel goed. Zoals gewoonlijk is ambulance te druk, dus kan je voor een paar minuten tijd. Oh. A04, kom eens uit. Is dat A04? Ja, dat is het. Yes, positief. Vertel. Die witte RS6 is zwaar gewapend waarschijnlijk. Die heeft natuurlijk geschoten. Die RS6 hier op de brug? Van ja, de die op de brug. Als je het weet, dan waren wij dat in een witte RS4. Ja, dat is RS4. RS2 er weer niet. Oh, zijn jullie die witte? 102, kom ze. Ja, ja. Waar sta je momenteel? Ja, ik kom er naar je toe, hè. Schot, ik sta bij het winkeltje boven TDA. Zo, met drie ambus natuurlijk. Ik zal je wapen afpakken. Dan is het toch niet meer om de zee. Ja, man. Verdorie, man. Ik ben niet eens. Niet worden gegijzeld, hè. Nee, hey, broer, ik probeer zo makkelijk mogelijk te helpen. Hij gijzelt mij. Ja, wat een gek was dat, hè? Hij wist niet eens wat hij wilde. Hij schreeuwde nog wapen geven. Niet op de grond, niet op de grond. Zo, dat was echt toeval dat ik achter hun die hele setup stond, man. Gek huis. Ja, je blinkt ook bij die ST staan. Noodknop van. Bij. Hier beneden letterlijk. Weer een grijze. Twee noodknoppen hier beneden. Ik heb nog niks afgepakt. Ga even kijken. Nee, ik wacht nog wel. Bij Touchshop. En je hebt zeker mensen genitaliseerd daar. Ja, er staat daar een nee, alles in de benen. Oh, oké. Ik wacht nog even. Ja, er wordt deze gijzeling. Ja, wordt een gijzeling in gedaan, broer. Maar hij is niks afgepakt. Hetzelfde persoon, ja, ik ben er nu klaar. Weer dat mesje, guy? Er is niks afgepakt. Ja, zelfde persoon. Schip was op een pand. Ja, hij is op overmeesteren gewoon. Is dat een beetje het vier? Weer mesje. Ja. Nee, overmeester heeft geen zin, dan steekt hij neer. Maar het is weer die guy, jongen. Ja, met de flippers. Hij heeft letterlijk de kans gekregen om gewoon weg te gaan en dan gaat hij hier verderop, gaat iemand gijzelen. Ja, dan vraagt hij nu zelf. Nog steeds een mesje, Snoop. Ja. Wat zei je? Nog steeds een mesje. Ja. Wat een gekkie. Ja, hij moet zo gaan, maar 6 minuten, kutje. Hier? Waar? Oh, ik zie hem niet nauwelijks. Ligt hier. Schiet hem door zijn palm. Ja, ik zie hier niemand. Ik zie daar niemand.
Ik sta daar. Ik zie daar niet iemand. Hey, nou, Noël, trouwens met een 3, maar yo, Dylan, ben ik weer, hoe is het met, hoe is het maat? Ik dacht, met, hoe is het maat, met mij gaat het goed, PS, goed om je wit te zien. Hey, Noël, het gaat lekker, man, kerel, welkom back, jongen. Nice dat je er bent en dat het goed gaat, jongen. Huh? Lekker, man. Jongens, ik moet wel er van tussen, man. Venturi. Ik ga wel naar hem toe en ik start wel onder. We moeten even snel douchen. Ja. En om 11:30 had ik bij mijn vriendinnetje afgesproken. Kijk maar. Maar ik wil wel even douchen, ik stink. Van de stream, hè? Dus weet je, jongen, mannelijk. Ik ga zeker naar Mackie. Nou, dat niet eens, Ebo. Ik ben oprecht sinds 1 maart ben ik op mijn eten aan het letten. Fuck, waar stond mijn auto hier, hè? Maar eerlijk, jongens, wat een situatie, hè? Dat ik toch even die setup die twee heren in de benen heb geknald. Maar dat is wel een ding. Ze springen natuurlijk altijd instant in die buggy. Nou, dat is wel een dingetje. Anders had ik 2 man hier. Waar de fuck hebben we. Oh, hier. Huis. 1 clear shot en dan kan je gaan. Zullen we dit even kijken, jongens? Ik wil eigenlijk even dat nog even zien of Ton dat even poelt hier. Hij heeft wel één daarvoor. Ja, Woutje, het begin is er. Het begin is er met. Ik heb van de recessie zo'n kak. Hij is graag een keer in de kruisbank afgesnonken. Wel, ik heb een. Waar staat hij, jongens? Hé, hey, Snoep. Hij is even pissen. Ja, dat is pissen. We hebben niks aan gepakt, hè? Ja, nu wel, omdat hij omhoog wordt geholpen, niet met de shotgun. Maar hij gaat niet met de messen. Maar dat weet hij niet. Er ligt hier wel iemand op de grond, trouwens. Ja, hij weet dat niet. Misschien is het wel een geest. Op boven naar beneden komen. Ja, dat is verdachte die hier dood ligt. Er ligt wel iemand. Yo. Yes, 6-1 aan de leidinggevende van deze porto. Ah, die is er niet. Ja, die is even pissen. Bericht, Volkswagen, die hoort er vermoedelijk ook bij. Die 7? Die MK7 bedoel ik? Ja, is positief. En er is al iemand uitgestapt met een bodycam. Die staat nu bij de onderhandelaar. Hm? Ik ga ondertussen mijn tas even pakken, jongens. Die, die shotgun die is net afgepakt. De berg aangezien hij omhoog werd geholpen. Maar dat weet zijn vrienden daar beneden niet. Yes, dit gaat om een scorp wat hier ligt. Maar hij ligt nog toch? Hij onbekend of hij het wapen heeft afgenomen al? Nee, we hebben helemaal niks afgenomen. Alleen nu net een shotgun, maar dat is van een andere stadion. Oké, want wij waren hier namelijk bezig met het innemen van een scorp. Alleen hebben jullie ook ingenomen? Dat durf ik niet te zeggen, hij was ermee bezig en hij wordt opeens gegijzeld met een mesje. Wie is gegijzeld? Seconde man, hè? De 6034, Chicago. Ja, dat is wel allemaal met wapens en ik kan gewoon aangrijpen en pakken hem vast. IJs. Ben jij mij op de hoogte houden wat er gebeurt? Wat zei jij? Ben jij mij op de hoogte houden wat er gebeurt? Want ik kan voor de collega's op de grond. Rechts is er nog geen afzetting. Ja, omdat ik in de KMO. Omdat er dan misschien staat, nul staat, is juist niet op de hoogte. Ja. Mij heeft een beetje op de hoogte houden. Dus weet je wel sneller van die bank of zo? Ja, maar. Dat is dezelfde. Ja. Kan iemand hier met die politie of plan ja, misschien even de weg afzetten? Is die militair? Ze vluchten, of ze zijn niet eens, ze willen 2 wapens en ze hebben het niet krijgen. Ze willen waarschijnlijk zich zwaar. Weet iemand gegijs op die heeft? Dan heeft hij nog iemand gegijs. Wil je schoten? En daarna, ja. Ja, persoon is. Oh, wat ik zie. Ja, mooi, goed gedaan. Ja, stoppie. Hey, ik heb dat nog, Oké, even allemaal om je heen blijven kijken. Ja, kan me even vertrekt opstellen. Maar zijn Ik zet er even hier. Stond hij er goed op, jongens? Stond hij er goed op? Ja, ik hoor het wel. Stond hij er goed op of niet, jongens? Ja, ik wist dat Tom en ik ging doen als hij terugkwam. Je is even doorrijden. Ja, die was perfect. Ah, top. Dan hebben jullie het wel gezien. Daar, dat was de bedoeling. Top. Er zijn geen extra eenheden meer nodig. Is er al ambu opgeroepen? Nice. Is er opgeroepen? Goed. Tot er perfect op. Kijk, dat is nice, man. Dat is nice. Ik zal doen. Alright, dat is genoeg, jongens.
lekker als stuk. Die Tom is ook een gek, hè? Ik knalt hem in zet af. Is het dan nog nodig om de ambu op te roepen? Je hoort erbij. Die schiet er in olievelden? Hebben we een fout geslagen? Ja, man. Het was eigenlijk al gepland, maar gisteren was een extra dag. Arjen, ik vind het echt niet erg, juist leuk. Meer richting echt een hoger gedeelte. Ja, ik ga wel weer vliegen. Allee. Ah, dit was echt gekhuis, man. Dit was echt gekhuis. Ja, jongens, het is 11 uur en ik moet even nog even snel douchen zo, man. Ja, man. Ja, weet je wat het is, jongens? Als je een relatie hebt, is het alleen slapen echt kut. Maar af en toe is het wel nodig. Laten we eerlijk zijn voor de mensen in een relatie. Belangrijk eigenlijk ook, man. Goeie shit. Maar fucking leuke dag vandaag, man, in de stad. Hey, Jalisco was aan het arpieren. Veel shootouts gehad. Ik wil nog... Oké, dat wil ik nog even terug. Hè. Die setup counter van net. Die was echt nice, man. Geen zaten 10 jaar matig. Ja, klopt. Maar ze zijn nog overal mee bezig. Hoor. Dan ga ik er niet doorheen tetteren, weet je. Oeh, jezus. Heel veel ver terug. Oké, wat was dat? Hier zo. Hier iets terug. Hij is Kate bij... Ja, hier, check dit, check dit. Klaar, jongens. Hele Kate. Hier, kijk dan. Was dat nou klaar? Even kijken. Hele Kate bij... SRT, SRT. Twee SRT's. Brabus. Geel. Klaar, jongens. Wat springt daaruit? Ja, iets setup. Olievelden. Hier, nog iemand links. Olievelden. Heel veel man. Maar... Dikke Afriket ook. Ik had eigenlijk... Ja, hier of zo. Maar ja, boeien. Olievelden tot de shop. Okay, ik heb een delay van 3 seconden. Ik kan dus nog niet schieten, weet je wel. Dat is allemaal richting de DC, denk ik. Kijk. Beentje. Oh, ik heb die guy wel, denk ik, man. Zo, dat duurde lang om te raken, man. Kijk, die DC gun is goed. Maar soms, ja... Je schiet niet alles raken. Twee in de poten. Deze, hoe zeg je dat? Covered die guy die ik als eerste heb met de shotgun. Poten. Hier. Helemaal de band. Maar hij loopt iets te lang door. Hij loopt iets te ver door bij die SCT. Hier. Volgens mij raak ik hier weer in de boot. Nee, net niet. Net niet. Nee, hij stapt in. Die guy. Deze guy heb ik hier misschien gekilled. I'm rolling, controlling. Your bitch doet vies in my woning. Even voor de euro. Bericht ga ik niet zo oplezen. Die guy is dood gegaan door Kamar, denk ik. Ik hoor daar nog een paar schoten. Nee, toen daar achteraan. Die Lambo hoort er sowieso bij. Rosset, driver even banden. Hier hebben we nog geschoten. Kamar heeft hier iemand neer, volgens mij. Golf. Oh ja, hier, de golf. Oh ja. Ja, richting... Lijp, man. Lijp. Dat was ziek. Dat was GG. Nou, dat was nice. Dat was zo random timing. Goeie shit, man. Chat, dankjewel, man. Was een geslaagde stream. Ik heb echt weer van genoten, man. Sowieso Big Booty Billy, man. Timmer fucking top donate plek, man. 60 euro, man. Insane, man. Super, dankjewel, Billy, voor die love, man. Ook voor de gift en subs nog bij. Shout out, ja, man. Chat, ik ga er van tussen. Ik wens je nog een hele fijne dag. Avond, sorry. Morgen ben ik er gewoon weer, man. Wees erbij super dope zijn. Thank you very much voor de support allemaal, jongens. En morgen ga ik jullie gewoon weer spreken. Dus we zijn er gewoon weer. Slaap lekker voor straks, jongens. En tot morgen bij een nieuwe stream. Maar THB, kom nog even, jongen. Jullie delen vrienden met score op. THB, sorry man. GG broeder. Dat was echt een kut time, man. Aina. Rit score, man. Bro, Aina. Die is al lullig, man. THB, dankjewel, kerel.